Iedereen zegt dat het zo is, dus hebben we consensus daarover en dan, dat is dan de waarheid. Nou ja, dat is natuurlijk geen wetenschap. Het gaat soms nog een stapje verder dat gewoon de data worden gefraudeerd. Ja? Is, ja? ja, Ik had wel gelijk, maar ik kon maar beter een andere baan zoeken. Ik vermoed dat de mensen die het spike hebben ontwikkeld, dit vaccin hebben ontwikkeld, niet, niet erover na hebben gedacht uh, hoe het immuunsysteem werkt. Dus als je dat weet, dan ga je toch geen spike. Een volledig functioneel spike-eiwit, ga je niet inspuiten bij mensen. Als je in Rotterdam loopt, je ziet overal dingen die zijn gedesigned. In de natuur zie je ook overal dingen die zijn gedesigned. En dat is een heel ander verhaal dan het ophopen van toevallige mutaties over miljoenen van jaren. Dan zeg je gewoon: hij is creationist, hij is ongeloofwaardig. Ik geloof dat wij een product van schepping zijn. Dus naarmate je terug in de tijd worden de genomen niet simpeler, maar ze worden complexer. En dat is natuurlijk het tegenovergestelde van de darwinistische theorie. Je kunt met pen en inkt kun jij informatie opschrijven, maar een pen en inkt zelf zal die informatie zelf nooit voortbrengen. Welkom, lieve vrienden, en welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ditmaal hebben wij een gesprek opgenomen met een moleculair bioloog en auteur van het boek Terug naar de oorsprong, dokter Peter Borger. Ik heb met Peter, ik denk 2,5 jaar geleden al eerder wat gesprek opgenomen. Dat was nog voor café-welsmerts. Dat ging toen over de PCR-test en toen over de coronavaccinaties, de RNA-vaccinaties en wat er allemaal mis mee was. Uh, vandaag hebben we weer een gesprek opgenomen en het was een onwijs boeiend gesprek. We zijn namelijk eventjes teruggegaan naar 2,5 jaar geleden, wat er toen gebeurd is en wat er in de tussentijd allemaal veranderd is. Ook wat we nu meer weten over onder andere de RNA-vaccinaties, maar ook hoe het gesteld is met de wetenschap op dit moment. Um, hoe de lijnen daar een beetje lopen, hoe het toch kan dat er altijd zo maar één verhaal wordt verkondigd. En uiteindelijk hebben we het gehad over. Uh, belangrijk werk van Peter, namelijk uh, wat ook onbeschreven staat in het boek Terug naar de oorsprong. Daar legt hij namelijk in uit, en dat doet hij ook in dit gesprek, over waarom de Darwin-evolutietheorie complete nonsens is. Niet kan kloppen op geen enkele wijze. En dat legt hij dus op wetenschappelijke, biologische wijze helemaal uit. Um, super interessant en denk ik ook heel leerzaam en waardevol om te weten. Om echt een keer onderbouwd te krijgen. Hoe de Darwin-theorie, dus de evolutietheorie zoals wij die kennen, zoals wij die geleerd hebben, dat die niet klopt. En dat er dus een ander verhaal tegenover zou moeten staan. Wellicht wel een verhaal van een vorm van creatie of schepping. Super interessant dus. Um, en voor jullie gaan kijken, lieve vrienden, zou ik jullie willen vragen. om je te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent, of dat naar nou YouTube of Spotify. Of iTunes is. Uh, abonneer je even. Laat een review achter als dat kan. Like de video. Plaats een comment wat je ervan vond. En uh, deel hem ook met je vrienden op je socials. En op www.droomershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Dan helpen jullie mij en het team. En iedereen. En de studio natuurlijk enorm. Eigenlijk rest mij niks anders dan jullie onwijs veel plezier. En uh, uh, plezier te wensen met het kijken van deze podcast. Peter vanuit Duitsland. Welkom in Rotterdam. Tof dat je de reis hebt gemaakt naar ons om, een keer, om nog een keer met mij een gesprek aan te gaan. Leuk detail is. Wij hebben twee keer een gesprek opgenomen, en dat was voor Café Ja. En dat is, we zaten net even een beetje te denken hoe lang dat geleden is geweest. Maar dat zal zo'n 2 tot 2,5 jaar geleden alweer zijn geweest. Hè? Ja, dat was begin 2021. Net met, uh, met het opkomen van die vaccins, zeg maar. De RNA ja. DNA, eiwitvaccins. En eerst nog de PCR? Ja, PCR, dat was natuurlijk eind 2020. Ja. ja daar hebben we toen ook uh, een beetje aan de bel getrokken. Wat kan een PCR wel en wat kan de PCR niet. En dat werd toen uh, ook. Uh, hmm, laten we zeggen. Uh, tweezijdig ontvangen. Heel veel mensen die ja. hadden er wat aan en heel veel mensen die sprongen er bovenop. Ik denk dat heel veel, de mensen, heel veel mensen er wat aan hebben gehad, ja, maar ook vooral dat vind ik ook zo grappig aan die tijd. Ik bedoel, ik had nooit verwacht dat ik ooit geïnteresseerd zou raken in de werking van een PCR-test of laat staan er iets van begrijpen. Maar um, ik denk dat die tijd heeft er wel voor gezorgd dat heel veel mensen wel echt gewoon Echt zijn dingen willen gaan begrijpen van, van, ja, van zaken zoals überhaupt een PCR-test of voor virus of ja. hoe dat in elkaar steekt. Ja, ja. ja, dat is, dat is een, uh, een, een prikkel geweest voor heel veel mensen om zich daarmee bezig te houden. Want normaal gesproken, ja, oké, okay, dan geloof je wel van. Ah, dat zal wel zo zijn, zo'n test. En dat zal wel zo goed zo werken. Dat, daar hebben heel veel mensen naar gekeken. En, uh, je, eigenlijk hebben we een beetje een kijkje in de keuken gekregen van de wetenschap. Hè? Dat de wetenschap helemaal niet zo. Eenzijdig is dat het helemaal niet zo is dat de wetenschap één bepaalde waarheid aanreikt, dat er heel veel discussie moet zijn in de wetenschap om tot een bepaald, um, echt tot een bepaalde positie te komen die goed verdedigbaar is. Hmm. En uh, ja, daar, daar is dat daar, daar is een discussie altijd voor, voor, voor nodig om 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 ja tot een goede beslissing te komen. Ja, dat een goed... is. Verstaan, zeg maar. Het is wel grappig dat je dat zegt, hè? want het is inderdaad eigenlijk heerst een soort van beeld van ja, de wetenschap, die, die zijn het eigenlijk allemaal met elkaar eens. Stel, dat is natuurlijk eigenlijk een heel raar verhaal, want dat, dat zou dat zou natuurlijk nooit moeten kloppen, eigenlijk. Ja, dat klopt ja. Um, maar dat heeft inderdaad die tijd wel laten zien, maar, oh joh, er zitten wel echt meerdere sporen in wat, ja. um, in wat, wat, uh, in wat de wetenschap vindt of, of ja. uitvindt, zeg maar. Ja. Nee, dat is ook werkelijk zo, want uh, kijk, als er zoiets zou bestaan als consensuswetenschappen, iedereen heeft de, de... Dezelfde ideeën, iedereen heeft dezelfde mening over bepaalde dingen. Ja, dan kun je ook uh, gewoon eigenlijk een, een discours, hoe heet het, een, een, een debat, kan je gewoon, uh, daar kan je mee ophouden. Dan hoef je geen, geen dingen meer te bediscussiëren. Want dan hebben we consensus. En dat, het leek alsof daar een consensus was, maar die consensus die, die bestond helemaal niet. Want een, wetenschap, een wetenschappelijk consensus betekent dat de wetenschap stilstaat. Dus dan zijn er in principe geen vragen meer. Dan is er geen debat meer. Dan weten we alles. Dan weten we alles. Dus. Als iemand tegen mij zegt, ja, er is wetenschappelijk consensus, dan weet ik dat daar wordt gelogen. Dat is niet waar. Er is nooit een wetenschappelijk consensus. Want de, de ene die interpreteert de data altijd op een andere manier dan een tweede of een derde persoon. Dat hebben we met, met, met de afgelopen, hebben we afgelopen drie jaar heel goed kunnen zien. Hè? Aanvankelijk was er nog een beetje debat. Uh, ik heb dat met name in Duitsland natuurlijk gevolgd. In Duitsland had je uh, een aantal mensen die uh, meteen uh, aan de bel hebben getrokken uh, van. Deze dingen die daar worden getoond in uh, de media... die kun je ook op een hele andere manier uitleggen. En dat waren bijvoorbeeld meneer Bakdi en meneer Wodarg... die daar meteen uh, ja, hun commentaar hebben geleverd. Daar mochten we ongeveer één of twee maanden naar luisteren... en toen zijn ze helemaal van, uh, van het beeld verdwenen. Nou ja, dat is, uh, dat is... En dat werd dan verdedigd, ja, dat is nu consensuswetenschap. Maar dat was helemaal niet waar. Het werd gewoon niet meer gemeld. Er is nooit consensuswetenschap geweest. En consensuswetenschap is heel erg slecht voor de wetenschap. Ja... Het is wel grappig ook dat je gewoon zegt, er is consensuswetenschap. Ja, dat is er. Als je vervolgens iedereen die een andere mening heeft of een andere ja, visie heeft, geen podium meer geeft. En dan, dat is consensuswetenschap. Dus dan, hoor je, dan luister je niet naar mensen die een andere, maar ook een andere goed gefundeerde wetenschappelijke mening hebben. Ja. En daar gaat het dus om. De wetenschap die, die gaat eigenlijk ook helemaal niet over waarheid, hè. Waarheid. Vroeger was het eerder zo dat er een soort van, van waarheidsvinding achter zat, of een werkelijkheidsbeschrijving kun je het ook, ook, je het ook noemen. Hoe, hoe kunnen we de werkelijkheid op, best, op, op, uh, op de beste uh, wijze begrijpen? Nou, dat is eigenlijk wat de wetenschap zich mee bezig hield, maar tegenwoordig is het zo van uh, ja, we hebben een bepaald idee, dat moeten we gaan bevestigen. En uh, iedereen zegt dat het zo is, dus hebben we consensus daarover en dan, dat is dan de waarheid. Nou ja, dat is natuurlijk geen wetenschap. Nee. Heb jij, hoe, hoe, heb jij wel eens, ja, een verklaring uitgevonden of gevonden... waarom het dan zo tijdens zo'n periode als corona... dat er dan zoveel wetenschappers, en trouwens niet alleen dat... Hè, het klimaat en al die, al die narratieven die zo gepusht worden... en waar iedereen hetzelfde van moet vinden. Hoe het dan kan dat er zoveel van jouw collega's zijn... die gewoon geen ruimte meer hebben om daar op een andere manier naar te kijken? Ja, die ruimte uh, is in principe, wordt in principe ook bepaald door... Uh, door, niet alleen door de data die je hebt, maar ook hoe worden die data gegenereerd. Maar ook door, uh, wie wordt, door wie word je gefinancierd? Aan welk instituut ben je verbonden? Kijk, ik had het geluk dat ik in 2019 aan geen enkel instituut was gebonden. Dus ik kon daar heel goed uh, vrij over praten. Ik, kon, ik had helemaal geen, uh, geen mensen die mij vertelden wat ik moest denken. Ik had niet een bepaald narratief. En bovendien ben ik zelf al erg kritisch van geest. Dat wanneer iemand mij iets zegt, zo zit het. Dan zeg ik, oké, okay, laat die data dan maar even <laughs> zien. Dat het zo zit. En ja, op die manier ben ik natuurlijk uh, altijd bezig geweest. En, de, en ik, ik heb gewoon een, een kritische geest. Dus ik ben ook zo. Zoals, zoals ik eerder opmerk, ik ben, ik ben afhankelijk. Non, ik, was, ik was niet afhankelijk van, van, van een instituut... waar een bepaald verhaal moet worden uh, verdedigd. Waar een bepaald verhaal uh, moet, uh, moet worden verkondigd. Je zou zeggen dat, je dat, dat de karaktereigenschappen die je net opnoemt voor jezelf... dat dat een beetje de universele karaktereigenschappen zouden zijn van een wetenschapper, toch? Ja, dat moet je dus hebben. Je moet een onderzoekende geest hebben. Je moet echt willen weten hoe dingen in elkaar zitten. Ik zeg altijd... Een wetenschapper moet ten eerste onderzoekend zijn. En ten tweede moet hij vrij ook zijn van, van denken. Je moet eigenlijk in een. Als je echte echt wetenschap wilt bedrijven, dan moet jij. Uh, dan mag je eigenlijk niet een ideologie hebben. Dan mag je eigenlijk ook niet vanuit een bepaald geloof mag je gaan, gaan, gaan uh, onderzoek doen. Je mag ook niet vanuit een bepaald dogma mag je onderzoek gaan doen. Je moet gewoon kijken wat zeggen de data eigenlijk. Wat zeggen mijn data? En dat is eigenlijk de, de enige echte vrije vorm van wetenschap die er zou moeten worden bedreven. Wat zeggen mijn data? En als je die gaat, data gaat analyseren zonder een vooringenomen hypothese bijvoorbeeld, dan kom je tot hele andere inzichten. Hoe zie je dat nou dan met de inmenging van zeg maar, hoe de wetenschap eigenlijk nu in elkaar steekt? Want um, ja, volgens mij is het redelijk zo dat voor het algemeen, zeg maar de, de grote bedrijven eigenlijk... of in ieder geval hè, dat daar veel financiering komt uit... Ja. uit bijvoorbeeld de farmaceutische industrie of andere industrieën... Ja. die een onderzoek willen hebben en eigenlijk daar ook een... nou, ik vul het eigenlijk nu zelf allemaal in... maar hè, die betalen voor het, voor het resultaat wat eigenlijk onderzocht moet worden. Ja, ja kijk, het is natuurlijk begrijpelijk vanuit, uh, vanuit zo'n positie... dat jij gewoon uh, het geld wat je hebt geïnvesteerd... dat je dat sowieso weer terug wilt hebben. Dus je, wilt, uh, je bent erop gefocust om dat weer terug te, te krijgen. Dus je wilt geen negatieve uh, verhalen over jouw product... Dat wil je niet. Kijk, ik heb zelf uh, lang in, in Basel gewerkt en wij deden ook, uh, wij deden ook werk voor uh, farmaceutische industrieën. Maar wat, uh, wat stond er dan in de contracten die we hadden ondertekend? Als daar bepaalde... Daar stond altijd in dat uh, de farmaceutische industrie heeft het laatste woord als er iets moet worden gepubliceerd. Dus als de data positief uitpakte, dan konden we dat redelijk makkelijk uh, publiceren altijd. Maar als de data niet positief uitvallen, als de Medicatie er slecht uitkomt, dan hebben zij het laatste woord. En nou reken er maar op: dat, dat die stukken, hè, die, die, die data, niet gepubliceerd worden. Want ja, je gaat je eigen. Uh, je gaat je niet zelf in een kwaad daglicht, uh, daglicht uh, zetten. En je producten natuurlijk sowieso niet. Want je wilt dat geld ten eerste terug. En je wilt zoveel mogelijk winst maken met je product. Dat is natuurlijk een goede om dat te realiseren ook. Ja. Hè? Dat het niet per se is dat die, dat die onderzoeken worden aangepast of zo allemaal. Maar het is gewoon meer dat als het dus niet het resultaat heeft wat ze willen dat het heeft. Ja. Wordt het gewoon niet gepubliceerd. Dus dan zie je het ook nooit meer terug natuurlijk. Je ziet het nooit weer terug. Uh, ik weet van, van meerdere dingen die ik zelf destijds heb gevonden. Ook in het laboratorium. Dat die. die, die die waren niet publicabel, dus die waren niet te publiceren. Dus die hebben we ook niet gepubliceerd. En dat is eigenlijk een, een tendens in de wetenschap. Dingen die bijvoorbeeld, uh, uh, dat heet zogeheten zo 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 ge, zo negatieve resultaten, heeft een bepaald product, een bepaald medicament, als die negatieve resultaten heeft, ja, worden niet gepubliceerd. Niemand zit te wachten op negatieve resultaten. Of neutrale de, uh, resultaten. Een bepaald medicament heeft, heeft geen werking. Niemand zit erop te wachten. Eigenlijk worden alleen maar de positieve werkingen... de positieve, de positieve data worden daar uh, gepubliceerd. En met als gevolg dat bepaalde, uh, bepaalde groepen... met precies dezelfde onderzoeken bezig zijn... als bijvoorbeeld twintig jaar geleden ook al. Maar dat wordt niet gepubliceerd. Negatieve data worden niet gepubliceerd. Dus dat betekent... Als die wel zouden uh, worden uh, gepubliceerd... dan zou je dat ook na kunnen zoeken. Die in die groep heeft het al een keer bekeken. Oh, dat heeft geen effect of het heeft een negatief effect. Dan weet je dat in ieder geval. Dus nu, nu blijf je gewoon 20 weet je jaar niet. hetzelfde onderzoek nou, doen. Ja, ik heb soms wel het idee van... Hey, uh, dan lees je iets in, 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 in de krant... wat dan wel is uh, gepubliceerd. Maar dan dacht ik... oh, dat deden wij 20 jaar geleden ook eigenlijk al. Dat soort werk. Dat hebben we ook al een keer uh, gepubliceerd in die, in die dagen. Er wordt niet veel, werd natuurlijk niet veel rugbaarheid aan gegeven. Maar... Op die manier zitten we gewoon een beetje in een cirkeltje te draaien met de wetenschap vaak. Heftig wel ja. als je erover nadenkt. Hè. Maar ook super verhelderend inderdaad. Dat is gewoon dé manier om te manipuleren. Zodat je, je publiceert het gewoon niet. Nee. Dus je de negatieve resultaten zul je nooit ergens teruglezen. Bijna die nooit. Lees je, die lees je niet terug. Nee, en en bij, de, bij de farmaceutische industrie is het natuurlijk zo... dat die willen die negatieve daad helemaal niet zien. Dus die, als jij iets negatiefs vindt, dan staat in het contract... zij hebben het de laatste, de laatste, de, de, de laatste woord over dat onderzoek. Hebben ja. niet veel van jouw collega's ook vaak gewetensbezwaren dan daarin? Nou, kijk, het is zo. Wij, 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 wij hebben altijd. In het laboratorium kan ik me nog herinneren. Dat, was, dat speelde dan al een jaar of bijna twintig jaar geleden. Was dat begin jaren 2000, zeg maar. Had, we maakten, wel, maakten wel wat van die grappen over, over de farmaceutische methode van, 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 van werken. Van, van onderzoeken. He, van, nou, een beetje lacherig doen Dat is, echt, dat is geen wetenschap. He. Dat is gewoon bevestiging van wat je eigenlijk zelf wilt zien. Um, ze willen graag uh, goede data nou ja goed, dan krijg, je, dan krijg je goede data aangeleverd meestal het gaat soms nog een stapje verder dat gewoon de data worden gefraudeerd ja? Denk, ja? ja ja, een daar kan ik ook nog wel eens een keer iets over vertellen ik zat, ik zat in Basel bij uh... toppers, hier een kleine onderbreking, en zoals jullie weten in drie jaar lang de show onderbreken wij het eigenlijk nooit, maar hier toch een kleine onderbreking, met iets wat ik super super belangrijk vindt en waar we heel hard aan werken want lieve vrienden de Truman show komt naar jullie toe. Wij gaan de theaters in in Nederland en België en wel met het thema de weg naar vrijheid. Ik ben er super blij mee. Ik kijk er onwijs naar uit om jullie eindelijk allemaal te gaan ontmoeten. Dat de gasten jullie gaan ontmoeten en dat we er gewoon één groot feestje van gaan maken. Kijk even naar het filmpje en ik hoop jullie allemaal snel te zien en verder heel veel plezier met het verder kijken van deze podcast. Al twee jaar lang vragen jullie ons of wij ook iets bij jullie in de buurt kunnen organiseren, en dit wordt nu eindelijk werkelijkheid. De Truman Show gaat op tour, lieve vrienden, en in de maanden februari, maart en april zijn we te zien door de theaters in Nederland. En dat betekent dus ook naar de theaters bij jou in de buurt. Samen met de inspirerende gasten van de Toerme Show zullen we de weg naar vrijheid met elkaar gaan onderzoeken. Dit betekent een live podcast met de allerbeste gasten van dit moment en uiteindelijk ook een QA waarin je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan mij en de gast. Want wat betekent vrijheid nou voor jou en hoe kunnen we ervoor nou zorgen dat we samen vrijer kunnen leven? Door het samenbrengen van ieders individuele reis leggen we de puzzelstukjes samen. En verwacht daarom ook een avond waar je geïnspireerd raakt en waar verbinding met gelijkgestemde centraal staat. Samen lopen we de weg naar vrijheid en ik hoop jullie allemaal daar te zien, want we gaan er echt een feestje van maken. Soms nog een stapje verder, dat gewoon de data worden gefraudeerd, ja, ik, ja, ja dat, dat kan ik ook nog wel eens een keer daar kan ik nog wel eens een keer iets over vertellen. Ik zat, ik zat in Basel bij, uh, bij, een, bij een club en de prof die gaf mij gefraudeerde data, dus dat, dat heb ik toen redelijk, um, redelijk hoog gespeeld. Ik heb hem ook, ik had de data, um, ik had het zwart op wit, ik kon het ook bewijzen dat hij dat had gedaan. Hij Had, had ook, um, ook data gepubliceerd die. 100% zeker vals waren, gefraudeerd waren. En die data, die kon, daar kon je zelf aan de publicatie zien... dat hij daar had mee zitten sjoemelen. Dus uh, figuren gedupliceerd, een beetje veranderd, een beetje, een beetje gemanipuleerd... zodat het net, net was alsof hij experimenten had uitgevoerd... maar toch had hij dat gewoon gesjoemeld, zeg maar. Dat nou, was heel duidelijk en dat, was ook, dat had ik ook uitgevonden. Maar goed, ik zit in een instituut... en dat instituut wil natuurlijk helemaal geen, geen vuile was buiten hangen. En uh, met als gevolg had uh, de procedure die ik had, uh, had opge opgestart... Uh, zo werd... Uh, Aan het eind zo werd, uh, werd, werd, werd uh, de uitspraak zo was dat ik had wel gelijk, maar ik kon maar beter een andere baan zoeken. <laughs> zo <laughs> ja, ging dat, ja, zo ging dat. Nou goed, uh, ik heb toen ook een andere baan gezocht en... Uh, oh. Maar goed, ze willen gewoon die vuile was niet buiten hebben. Want dat geeft een hele grote smet natuurlijk op een, op een instituut. Op een heel en instituut en natuurlijk. Ik, ja, en kijk, het, is, het, het voert allemaal terug op geld. Dat instituut is niet geloofwaardig. Die heeft daar en dat, dat heeft daar gespeeld. Dan gaat de geldkraan deels dicht. Dus ja, dat is wat er achter steekt. Ben je erachter gekomen waarom die prof gefraudeerd heeft? Ja, dat is de publicatiedruk. Hè? Dat is de, ah. Kijk, je moet publiceren. Um, als het te langzaam gaat, gaat het kraantje dicht. Dan gaat het geldkraantje weer dicht. En bij de, bij, bij, in die tijd was het zo: uh, wij, waren toen, wij deden toen veel onderzoek voor uh, een bepaalde farmaceutische industrie. En die moet ook de data hebben aangeleverd. En je kunt op heel veel verschillende manieren: kun je, kun je, uh, kun je heel sneaky, zeg maar, zonder dat iemand merkt, kun je, kun, je, kun, je, kun je frauderen. Door bijvoorbeeld twee experimenten uit te voeren en je zegt, je hebt het twintig keer uitgevoerd. Dat soort dingen gebeuren daar. Nou ja, goed, dat is natuurlijk hele slechte wetenschap. Ja. En uh, ik klop meteen dan altijd aan de, aan de deur... als er hele slechte wetenschap wordt uitgevoerd. Ja, dus... En er wordt heel veel hele slechte wetenschap ja. tegenwoordig uitgevoerd. En, maar is het dan ook zo dat als zo'n uh, zo bedrijf uit de farmaceutische industrie... die, die, die naar, die naar zo'n instituut als... Uh als bij jou in, in Zwitserland was dat toch ja. in uh, na, naar ging en die zeggen joh uh, ik wil graag dit onderzocht hebben um, ma, maar is het dan ook zo dat op het moment dat want zij hebben dus het laatste recht om het, om het te publiceren of ja. niet een korte op de publicatie als zij niet publiceren dat ze dan ook niet betaald krijgen of wordt dat dan uh, wel betaald nou, voor nou die... kijk het is meestal zo het is meestal een contract zo van één jaar ja, en na één jaar moet er dan bepaalde data liggen. En als die positief, mooi positief zijn, dan krijg je voor een tweede jaar nog betaald. En als na twee jaar die, die data ook weer mooi positief zijn, dan krijg je nog een derde jaar betaald. Als je na één jaar al komt met hé, hey, we hebben slechte data voor jullie, gaat meteen de kraan dicht. Dus zo is dat systeem: hè, het is een geldsysteem. Dus als jij het eerste jaar gewoon mooi werk levert, krijg je voor het tweede jaar ook. Krijg je voor het derde jaar ook. En zo gaat dat verder. Dus in principe zitten wij gewoon. Wij zitten eigenlijk onszelf in een. In een ik zeg de wetenschap die, die met dit soort onderzoek. Daar heb je zo'n Engelse uitdrukking voor: Paint yourself in a corner. Jezelf in een hoek verven. Je zit in een hoek, je kunt er niet meer uit. Want, 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 en dat gebeurt heel vaak. En dat betekent ook dat je, uh, dat je een onderzoek aan het uitvoeren bent. wat door andere mensen niet gereproduceerd kan worden. Daar komt het heel vaak op neer. En dat zien we ook in de wetenschap. Heel veel wetenschap is tegenwoordig niet reproduceerbaar. En dat zou het wel moeten zijn, dat toch? Zou, eigenlijk is het zo: als jij een onderzoek uitvoert met experimenten, dan kan je tegen iemand anders, tegen een ander lab, kan je zeggen: uh, Ik heb dat, uh, dit en dit experiment, heb ik zo en zo gedaan, kun je dat voor mij nadoen? En dan moet eigenlijk. Dus grosso modo moet dat, moet dat reproduceerbaar zijn. Nou, we zitten met de wetenschap in een zogeheten reproductiecrisis. En dat is al heel lang bekend hoor, dat is zeker tien jaar al bekend. Daar wordt er ook al door de science en nature en zo wordt er ook aandacht aan besteed. Waarom zitten we in een reproductiecrisis? Nou, dat heeft deels te maken met dit gedrag: het bevestigende gedrag van de wetenschap. Ze be bevestigen steeds wat ze graag willen zien. En ik zeg ook, deze. deze, deze Bevestigende wetenschap die brengt ons nooit iets nieuws. Want als iemand anders het niet kan reproduceren, wat heb je aan een bevestiging? En dat is ook wat ik eigenlijk in mijn boeken beschrijf: mm. bevestigende wetenschap brengt ons niks. De enige wetenschap die ons iets brengt, is de zogeheten falsifi falsifierende wetenschap. Dus ik heb een bepaald idee, dat probeer ik te weerleggen. Dat is de wetenschap, zo ga je verder. Dan kom je er ook achter ja, dat het op een gegeven moment dus wel of niet klopt. Ja, zeg maar. en dat, ja. precies. En als, als je dat kan weerleggen, dan weet je, oh ja, het klopt er niet. Dus dan moet je, dan moet je gaan nadenken. En door dit nadenken en door dit falsifiëren, kom je tot een steeds, kom je steeds be, dichterbij hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Hmm. Dat gebeurt dus niet door het verificatieproces. Verifiëren, hè, dat steeds maar bevestigen. Want ik, ik zal je een voorbeeld geven. Um, dat heb ik in mijn boek beschreven. Als jij de hypothese hebt, de wereld is groen. Dat is mijn hypothese. En ik ga alleen maar al die dingen bekijken. Bijvoorbeeld dat en dat en dat en jou, jouw beker. Alleen die dingen bekijken die groen zijn. Dan ben ik de hele tijd mijn hypothese aan het bevestigen. En dan kan je dus zeggen, ja, de wereld is groen. De wereld is groen. Kijk maar naar de gas in ja, de kijk beker. Maar daarnaar, kijk kijk ja. dat. En je hebt alles, alles wat niet groen is, dat laat je, je er buiten. Nou, dat is natuurlijk geen wetenschap. Heel veel wetenschap tegenwoordig wordt op die manier uitgevoerd. Als je als hypothese hebt... De wereld is groen, dan ga je dus juist alle dingen bekijken die niet groen zijn. Dat is falsifiëren. Dan kijk ik naar dat ding, als dat ding is blauw. Nou, dan heb je dus je, wetens, je wetenschappelijke hypothese, heb je weer legt. Oh, de wereld is niet alleen groen, de wereld is groen en blauw. Is dat mijn nieuwe hypothese? Ga je, ga je verder kijken, zie je gele dingen. Oh, de wereld is niet alleen maar groen en blauw, maar is ook geel. En zo kom je dus tot een werkelijkheidsbeschrijving. En dat is wetenschap. En zo zijn we heel ver gekomen met de wetenschap. Ook in de oorsprongswetenschappen zijn we ook ver gekomen. Daar heb ik destijds dus mijn boek over geschreven. Ja. En daar spelen diezelfde dingen sinds, nou, laten we zeggen, 150 jaar. Sindsdien wordt ook alleen nog maar bevestigend onderzoek gedaan... in de oorsprongswetenschappen. En dat is natuurlijk een hele slechte zaak. En zodra je iets in die oorsprongswetenschappen weer legt... dan wordt het gewoon aan de kant gezet. En het wordt eigenlijk genegeerd. Ja. Dus en een falsificatie wordt genegeerd. Nou ja, goed, dan, zo kom je niet verder met je, met je denken in, in, in... waar komen we dan vandaan? Of waar komt het universum vandaan? Waar komt de aarde vandaan? Waar komt leven vandaan? Als je alleen maar gaat bevestigen... Ja. Vind je de oplossing niet? En dat is het punt. En zo zijn, zover zijn we met de wetenschap gekomen. dat wij een bevestigende wetenschap hebben. Ja. We hebben een soort ideologie. en die wordt voortdurend bevestigd. En dat is geen wetenschap. Dus ik zeg ook. we moeten terug naar het vrijdenken. Het echte vrije denken. Tegenwoordig is vrijdenken zoiets van. nou, ja, ik ben vrijdenken. want ik geloof niet in God. Hè? Ik ben atheïst. Dat is een ander woord voor vrijdenken. Maar vrijdenken. het echte vrije denken. dan moet je dus. Alle voor ingenomenheid moet je van je afzetten. Hmm. En dan kun je vrije wetenschap gaan doen. En ik ben helemaal voor deze vrije wetenschap. En voordat we over op je boeken en je werk gaan, ja. op het gebied van de, van de oorsprongswetenschappen, um... Hoe, want heb jij een beetje het gevoel nu dat? Want dat, dat is het gevoel wat ik nu een beetje vanaf buitenaf zo krijg, is dat eigenlijk de wetenschap nu meer een pion is van nou ja, belanghebbenden als, als, als grote bedrijven, overheden en dat soort zaken. Ja. Om, omdat ze maar die publicatiedruk hebben, omdat dat gestuurd wordt, eigenlijk ja. op die manier. Heb je dat ook zo? Ja, maar dat is heel erg zo. Want uh, ik noem dat op mijn, uh, op mijn uh, Twitter wel eens, uh, de Scientisme. Het Scientisme heet dat. En dat is, een, dat is ideologische wetenschap. Dus die wordt niet uh, door het vrije denken wordt die, uh, wordt die, uh, gereguleerd en gestuurd. Maar die wordt door geld, door ideologie, door dogma wordt die gestuurd. En dan krijg je dus een hele slechte wetenschap. Maar dan krijg je bevestiging weer van je Van wat, van wat de ideolo ideologie ons voorschrijft. Wat schrijft het dogma ons voor? Ja. Uh, en als die dogmatische ook nog eens een keer uh, jou, uh, jou financieren. Ja. Dan is het natuurlijk uh, helemaal geen wetenschap meer wat er uh, wat, uh, wordt bedreven. Dan is het. Scientisme. Ja. En scientisme is een soort geloof. Hè? Het, het heilige, heilige geloof in de het wetenschap. Het heilige verklaren van ja, de wetenschap. Dat is, dat is een geloof. En uh, ik, heb, ik sta daar ook... Ik ben tegen dit soort dingen. Ik ben tegen alles, alle soorten van dogma's in, in, in de wetenschap. Als je echt een goede wetenschap wilt, wilt, wilt uitvoeren... dan moet je gewoon waardenvrij... moet je, moet je, moet je die data gaan proberen te, te analyseren. En dat... Dat kunnen we wel, want je hoeft, een, je, ik heb bijvoorbeeld de laatste vijf jaar van mijn, uh, vijf tot tien jaar van mijn onderzoek, heb ik, heb ik, heb ik, hebben wij, uh, dat was, um, dat is, hij heet unsupervised, heet dat, dus hypothesevrij data analyseren. Nou, dat kan tegenwoordig, met als je grote datasets hebt, die stuur je door een computer, en die analyseert die dingen voor jou met de kennis die we hebben. Dus die, de, dat is dan met een vaststaande kennis, dus zonder speculaties. Kan je zeggen. oké, okay, de data die ik heb, die passen in die en die biologische systemen passen die heel goed. En op die manier kun je hypothesevrij kun je tot bepaalde um, antwoorden komen. En het interessante is, wij, ik, deed, ik, ik deed heel lang uh, astma-onderzoek in, uh, in Basel. En wij deden dit soort extreem grote studies, de grote genetische studies, en die deden we dan ook hypothesevrij. En dan kwamen er hele andere uh, biologische systemen kwamen naar voren. dan Wanneer je dat. Uh, uh, hypothese gedreven deed of hypothese gestuurd deed dat is heel grappig, want uh, dan zie je biologisch proces waarvan je denkt, wauw, spelen die ook nog een rol in dit soort ziektebeelden nou, en dat kan je dan boven water krijgen als je niet alleen maar hypothese gedreven bezig bent en dat deden wij, en dat was echt erg interessant om te doen, want je krijgt echt nieuw inzicht ja, want anders, zit er altijd, anders ga je al uit van een bepaald resultaat... en ga je dat eigenlijk toch onbewust uh, opzoeken, ja, of niet? Precies. Ja, precies. Zo, zo kan je het zeggen. Want je gaat, je gaat uit van een bepaalde vooronderstelling... wat een bepaalde ziekte is. En als je daar niet van uitgaat, dan kom je tot andere inzichten. Dan kan je in één keer een heel ander biologisch systeem vinden. Hmm. Nou, op die manier kom je tot... breng je de wetenschap verder... Dus niet een dogmatische instelling, niet een hypothese gestuurde instelling, nee, een vrije instelling, vrije wetenschap. Ook niet aangestuurd door geld. We moeten echt terug naar een compleet andere soort wetenschap. Bijvoorbeeld wat ik me kan voorstellen, als mensen echt wetenschap, wetenschap willen doen, maak een pot, een pot met subsidies. Waar de, de, de subsidieverstrekker zelf geen belangen bij heeft, bij de resultaten. En ga daar dan om dobbelen, om zo'n pot. En met dobbelen bedoel ik dan, schrijf een goed project. En die projecten mogen ook best wel, uh, hoe heet het, die mogen best wel, um, best wel, in de wetenschappelijke zin zeggen dan, crank zijn. Een beetje apart, andere ideeën. Uh, waarom? Omdat andere ideeën soms best heel goed zijn, waar nog nooit iemand heeft, aan heeft gedacht. En bijvoorbeeld, daar is ook wel een voorbeeld van te zeggen. Uh, er was bijvoorbeeld een Australische uh, wetenschapper. Die heeft jaren geleden, volgens mij was het de jaren negentig, ik, toen ik in het laboratorium zat. Die zegt: um, Maagzweren worden door een bacterie veroorzaakt. En dat was compleet nieuw. Hij werd door iedereen uitgelachen. Hij zegt ook: je kunt ze dan met een hele simpele antibioticum cure. Kan je die dingen gewoon de baas? En iedereen dacht: het is stress en maagzuur en al die dingen. Hij had gelijk. Hij heeft zelf een. Een, een, een glas bacteriën van die bacteriën heeft hij gedronken. Hij kreeg maagzweren. hij kon zichzelf weer genezen met een hele simpele Nou, Dat zijn van die cranks noemen ze die. Die hebben een, een idee wat compleet indruist tegen de algemene uh, gedachtenwereld. Toch is het, blijkt het dat hij, dat hij, dat hij gelijk had. Nou, dat soort dingen zouden we kunnen bevorderen met een pot, hè, een pot geld. Waar je dit soort ideeën kunt poneren, zodat ook mensen met andere ideeën. Andere inzichten ook eens aan het woord komen. Want het is tegenwoordig zo, je ja, hebt een paar groepen, een paar grote groepen, hebben we hier in Nederland ook, die bepalen voor elkaar wie het geld krijgt. Dus ze spelen in principe elkaar het geld toe. Ja, die doet goed werk, nou goed. Die heeft al een pluspuntje. Hoeveel, en dan kijken ze, hoeveel heeft hij al gepubliceerd? Nou, hij heeft 500 gepubliceerd. Oh, dan moet het daar maar naartoe, want dat is een goede groep. Want, nou, dus je ziet wel, dat is een cirkelredenering, want de mensen met het meeste geld kunnen het meeste publiceren, die krijgen weer het meeste geld. Dus op die manier hebben wij een structuur uh, gecreëerd in Wetenschapsland, ja, die helemaal niet meer wetenschappelijk is. Je zou eigenlijk bijna willen, weten, willen zien welke um, instanties er um, veel papers hebben geschreven die niet zijn, die niet zijn gepubliceerd. Ja. <laughs> kijk, kijk dat, dat weet je niet, want die dingen zijn niet gepubliceerd. Nee, precies. Dus, dat weet je niet. Daar kan je, daar kan je niks aan ophangen. Maar kijk, het is zo. Um, vroeger was het zo. En ik weet niet of dat een supergoed systeem was, maar mijn, uh, mijn, uh, de mensen bij wie ik gepromoveerd ben, die, die, die zijn zelf weer gepromoveerd in de jaren zeventig, zeg maar, twintig jaar voor mij. En die zeiden, ja, in de jaren zeventig pro, heb ik in vijf, in, zes in jaar één of twee papers geproduceerd. Ze waren altijd in het laboratorium, ze deden altijd werk. Altijd, en ze, ze discussieerden veel met andere collega's. Er was deze druk van publicatie, was er niet. En dat betekent dat ze hele goede papers schreven. Die waren hartstikke goed reproduceerd. Maar iedereen kon dat namaken. Oké, okay, ze hadden er twee, drie jaar aan gewerkt. Misschien wel vier jaar, één peper. Dat was goed werk. Dat kon iedereen reproduceren. En het, was, het stond stevig op zijn voeten. Want ze hadden het misschien wel twintig keer zelf gereproduceerd al. Mm. Dus dat was in die tijd. Was wetenschap. En zo is die wetenschap ook heel snel uh, tot een hoog niveau gegaan. Tot ongeveer de jaren negentig. Toen werd het meer gedogmatiseerd. Begin jaren 2000 is het helemaal gedogmatiseerd. En geïdeologiseerd. En. Nou ja, je ziet zelf wat er, wat er gebeurt. Als je bepaalde ideeën tegenwoordig hebt, die worden niet gewaardeerd. Dan krijg je ten eerste geen geld voor. Ten tweede word je uitgelachen. Nou ja, dat is dan al heel moeilijk om, uh, om, 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 om op die schaats te, te schaatsen. Ja, en denk jij dan dat zo'n uh, bijvoorbeeld, zo'n Marion Koopmans en zo. Hè, je hebt natuurlijk nou, diegene die de afgelopen jaren dat hele narratief zitten te verdedigen. Ja. Dat heb je in, in de klimaat. Overal heb je dat. Een paar ja. van, van die mensen die dat zo doen. Maar dat zijn ook maar. Een klein aantal gedeelte van de wetenschappers die zo zijn, ja. toch? Ik heb het idee dat er een heel groot soort van grijs gebied is, die waar eigenlijk die zo ja. ertussenin hangen. Kijk, ik zat heel lang in een. In, in, ik zat eigenlijk heel lang in, in, een, um, in het gebied waarbij ik met de, de top, zeg maar um, in de top van de wetenschap, in, 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 in Basel, en in Zurich. En je ziet als je in die top zit, dan weet je, dan zijn er misschien wereldwijd 10, 20 mensen die ook in diezelfde top zitten. En als je daarbij zit, dan kun je gewoon iedereen sturen. En mijn prof in, in Zurich was ook zo'n zo zo man, die ook in die top zat. En dan, nou ja, goed, die, die was met, met, met vijf of zes andere mensen op zijn gebied. Was hij vriend, vriend? Dat zijn vrienden. Dus ja, je hebt een vriendenclub die het bepaalt. En um, ze spelen zichzelf uh, de, de mooie de troefkaarten toe, de mooie kaarten toe. Um, zo werkt het een beetje in de wetenschap. Ja. Dus ja, ik denk dat het overal eigenlijk zo werkt: hè? waar mensen bezig zijn uh, zichzelf belangrijk te vinden hè? en een naam proberen te bouwen voor zichzelf en een instituutsnaam proberen te bouwen. Ja, die zijn op die manier bezig. Dan moet je vriendjes hebben, dan moet je veel geld hebben. En hoe krijg je dat bij elkaar? Nou ja, goed, dat, dat werkt gewoon hand in hand. Ja, dat, dat werkt inderdaad. Wat je zegt bijna in al die systemen: zit ja. dat, bij die hiërarchische systemen zitten dat bijna ja. allemaal wel met een hoop ego en een ja. hoop uh, wordt dat zo in elkaar gebracht. Ja. Het is werkelijk zo: hoe hoger je komt, hoe, je, hoe meer je dat ziet. Want ik ben, uh, ja, zoals gezegd, ik zat, zat echt bij de, bij de, bij de top uh, in, in Zwitserland. En je zit in die vergaderingen, dus je zit er allemaal bij, dus je weet hoe dat gaat. Ja. en als jij uh, begint als ajo als of als onderzoeker in een laboratorium heb je dat helemaal niet door dat het zo werkt, je denkt oh dat is hartstikke gaaf ik ben bezig met uh, waarheidsvinding en, en zo, zo is het ook de eerste drie, vier jaar, en dan word je postdoc hè, en dan gaat het nog een paar jaar zo door maar dan word je lab, dan run je een lab een tijdje en dan dan kom je naast de prof te zitten op zijn kamer. En, zo. en dan denk je, hé, hey, uh, ja, het is toch heel anders dan je je voorstelt. <laughs> en zeker als je dan naar die congressen gaat waar ze dan samenkomen, dan komt dan de crème van de, de crème de la crème komt bij elkaar. Nou, en die gaan met elkaar eten. En die hebben lol en die maken de grappen. En, ja, ik, nou, en die spelen elkaar weer het geld toe. Ongelooflijk. Eigenlijk. Ja, zo werkt het overal, joh. Ze werkt overal. Ja, ja. Right, maar als je het, zo, het is gewoon wel. En de wetenschap zou ze eigenlijk zo bij uitzicht zo'n zo tak zijn waarin je dat niet verwacht eigenlijk, ik, weet je wel? Ik, ik verwachtte het ook niet. Ik ben gewoon een hele naïeve wetenschapper toen. Ik was een hele naïeve wetenschapper toen ik toen ik begon. Dus ja, maar je rolt gewoon door. En na 20, 30 jaar dan zie je, dan ken je de klappen van de, van de zweep en je weet precies hoe de, hoe, de, hoe het systeem werkt. Ja. Er was ook wel, ik, ik kan wel een, een grappige anekdote vertellen over. Het was zo. Ik, ik ga. Ik ging ook zelf altijd met de industrie. Dat noemen we wel de Industrie, de farmaceutische industrie gingen we naar congressen. En uh, dat werd dan helemaal betaald door de, door de farmaceutische industrie. Dan kreeg je een, een ticket, kreeg je, je mocht dan lekker naar Amerika vliegen, je had, zat in een mooi resort, je kon lekker gaan zwemmen en lekker uit eten met die mensen. En dan kwamen ze altijd bij, uh, bij je zitten even, de mensen die die industrie vertegenwoordigen. En zodra ze dan uh, wisten dat ik geen uh, arts was, <laughs> dan, maar onderzoek in het lab, was de interesse uh, was weg. <laughs> Ja, dat is werkelijk, zo werkt dat. Dat was in de jaren negentig, ik weet het nog heel goed. Voor mij hebben ze dat een beetje veranderd, maar dat is allemaal geld. Ja, een ja, paaien, En dus het, het werkt inderdaad echt overal. Ja, het is ja. gewoon zo. Ja. Dat, daar kom je achter. Hey, en uh, want ja, jij hebt wel een andere weg gekozen, zeg maar. Want ja, bedoel, ik heb je natuurlijk drie jaar leren kennen, drie jaar geleden leren kennen in, in corona. Ja. Daar heb je ook gewoon je mond open getrokken. Heb je ook ja. een hoop, hoop gezeur over je ingekregen, denk ik? Heel veel. Ja, kijk, het is zo. Als ik slechte wetenschap zie, dan, dan zeg ik dat, dan trek ik aan de bel. En hier was gewoon geen, er was geen wetenschappelijk debat. Er waren, ik, ik heb net al een paar namen genoemd. Hè. Die mensen, die hadden hele, dat zijn hele goede uh, wetenschappers, zijn dat. Die hebben een andere, andere mening. Kijk, in de wetenschap is het tegenwoordig zo. Het gaat over meningen. Het gaat niet over data, het gaat over meningen. Nou. Die, uh, en ik zag dus, ik zag dus inderdaad dat er bepaalde dingen die kloppen niet. Dat klopt niet, dat is geen wetenschap wat, wat daar zo uh, loopt, dus toen heb ik daar toen heb ik ook daar aan de bel getrokken. Ja, en uh, er waren meer mensen. En eigenlijk was het zo, uh, wat mij uh, erg tegenviel, is dat um, ik zou ik had een, een wetenschappelijk een, een professioneel netwerk bij, um, bij LinkedIn en ik ging toen de data analyseren, de eerste data van die PCR, en ik kwam tot de conclusie dat die, um, dat die PCR gewoon bepaalde dingen. Geeft die die niet zou moeten geven. Ik kwam tot de conclusie dat uh, eind, ik geloof eind juni, dat de hele, de hele pandemie voorbij was. Dat heb ik daar gerapporteerd. Gewoon door de data gewoon te, te normaliseren heet dat. Ik vloog eruit. Ik, ik, ik vloog er gewoon uit. En ik heb twee of nee, ik heb wel, wel vijf keer gevraagd waarom ben, ik, uh, daar in de, waarom ben ik daar geband, waarom ben ik daar geblokkeerd. Gewoon gedeleerd. Al mijn, mijn hele professionele netwerk gedeleept. Ik denk, nou wat speelt hij toch zeg. Voor mij was dat echt een soort eye-opener. En toen ben ik echt gaan nadenken. Zijn er nog andere mensen die ook dit soort data hebben gevonden? Die ik heb gevonden. En er was een groep inderdaad op Twitter. Ik was zelf toen nog niet op Twitter. Maar zo ben ik met die mensen in contact gekomen. Toen hebben we die PCR-paper geschreven. Waarom dat zo niet gaat. Nou ja, goed, daar zijn we natuurlijk heel erg op afgerekend. He. Iedereen sprong er bovenop. Toch is het zo dat, hij, uh, dat die data die wij lieten zien... dat hij uh, on onbetrouwbare resultaten geeft... is gereproduceerd door ook een, uh, iemand van, de, um, van het Erasmus zelf. Dat is nu een, een uh, goede bekende van mij geworden. Maar die is ontslagen van het Erasmus. Daarom, oh joh. Ja. Ja. Dat hoor je niet veel. Ik ben hier notabene in Rotterdam. Ja. Maar dat is... Uh, Wat Erasmus dat... is natuurlijk. Gewoon waar Koopmans uh, zelf ja. ook vandaan komt, ja, toch? Precies. En, uh, en bij, ja, precies. Een hoop van die Nederlandse wetenschappers komen allemaal uit uh, ja. Erasmus. Nou, dat is een echt, dat is, een echt, ik, ik, dat is deze, deze man is uh, Rogier, Lauwen. Die uh, heeft jarenlang, ik denk wel 20, 25 jaar, aan het Erasmus gewerkt. Hij was echt een topwetenschapper. En net als ik, heel kritisch van geest. En als wetenschapper moet je kritisch van geest zijn. Hij was dat ook. En um, hij heeft het uh, gewoon... Aangetoond dat die PCR niet, niet, niet deugt. Met als gevolg dat hij kon vertrekken. Op staande voet. Ontslagen. Zo. Ja, nou, nou, dat, dat speelt ook weer een, een jaartje terug hoor. Maar ondertussen. Uh, ja. Je weet het, uh, je mag uh, blijkbaar niet geen, weten, geen echte wetenschap doen. Nee. Je moet mee met de stroom. En je mag absoluut niet tegen de stroom in. Nee. Nee, dat is geen wetenschap. Nee. Want we hebben het toen op een gegeven moment als eerste gesprek... als die PCR, die tweede, wat ging over de vaccins alweer, geloof ja. ik. Ja. En daar heb jij, dat vind ik ook al opmerkelijk... ook wel mooi nog eventjes te noemen... en dan gaan we daarna ergens naar je boeken toe, hoor. Maar um, dat we... Um, dat je eigenlijk al alle bijwerkingen en alles wat er, zou, wat er nu eigenlijk zich ontvouwt met ja. die myocarditis... is je hartspie ontsteking niet die top sport is en alles. Dat jullie allemaal allemaal voorspeld destijds al. Ja, dat hadden wij voorspeld. Tenminste, er waren meerdere mensen die dat voorspeld hebben. En ik heb het uh, bekeken of dat klopt. En je kunt dat gewoon in databases en in, in boeken kun je dat gewoon aanzoeken. Op internet kun je het nazoeken. Maar die. Uh, kijk, het is zo. die. Uh, dat, dat vaccin voor de, die spike, hè, spike protein dat heeft een bepaald effect in, je, in, in, in ons biologische systeem op cellen. En we weten waar dat aangrijpt op de cellen. En dus je kunt gewoon kijken wat, waar grijpt we op aan. Dat is een bepaalde receptor, dat is deze ACE-receptor. Ja, en je weet wat de effecten zijn die zo'n receptor kan bewerken. En dat waren precies die twee. Dus uh, uh, myocarditis en stollingsproblemen. Uh, nou, dat is precies wat we zien. Twee jaar later. Dus jij denkt ook dat die, die topsporters, die, uh, dat kan toch niet anders zijn dan dat het... Ja, je mag het niet zeggen, want, want als wetenschap moet je dan eerst een onderzoek doen. Maar ja, als, als je geen onderzoek doet, dan, dan heb je dus alleen maar geruchten. Hè? Dus eigenlijk zou, daar, zou er iemand moeten opspringen, een arts of zo, Die moet het gewoon, een sportarts, die, die zou het echt moeten gaan bekijken. Zijn die mensen niet of zijn ze wel gevaccineerd? Het is een heel simpel, uh, heel simpel experimentje wat je uitvoert. Want je neemt een groep uh, met en, 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 en zonder vaccinatie. En je kijkt hoe vaak... Uh, dat voorkomt. Dus het zijn hele simpele experimenten die je zo uh, kunt opzetten. Uh... Nou ja, ik, ik, weet, ik weet persoonlijk dan dat veel van die uh, profclubs, zeker ook in Nederland, maar ik denk net zo goed in het buitenland, dat die echt hun spelers onder druk hebben gezet om, uh, om die prikken te nemen. En dat het volgens mij echt maar heel weinig zijn geweest ja. die, uh, die daar niet aan mee hebben gedaan. Het dus was hetzelfde in Duitsland. Er was één iemand bij München, geloof ik, die zegt ik doe daar niet aan mee. En die, die kwam waar. Heel, heel, heel negatief in, 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 in het licht steeds. Hij zegt ik doe, ik doe er niet aan mee. En dat werd heel uh, hoog opgegrepen. En uh, ja, de media die is erop gesprongen. Kijk, de media die speelt hier echt een extreem slechte rol. Ze doen alsof ze alles weten, maar dat weet, ze weten het niet. Want ze hebben de kennis niet om die, uh, om, om die achterliggende biologische systemen te begrijpen. En ze willen het volgens mij ook niet be begrijpen, ja, of wel? Nou, als ik een, onderzoek, als ik een journalist zou zijn, zou ik het juist wel willen begrijpen. Ja, precies. Maar ja, kijk, naar Nederland, Pepijn van Erp en... Uh, ja, en, en, en... Dat zijn geen journalisten. Ja. Dat is, die praten gewoon mee. Die, 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 die dobber op de stroom. Laten we het zo stil. Ja. ja. En, uh, maar denk je nu dat. Um, want je, wat je nu dus wel ziet. Hè, ik, ik weet niet hoe je er nu in staat hoor. Maar dat um, nu. Twee jaar na datum ongeveer. Er nog steeds gewoon echte jonge mensen ook. Mm -hmm. um, ach, hartstilstanden en weet ik het wat allemaal ja. krijgen. Dat nu pas. Sommige effecten optreden van die, van die vaccins. Mm -hmm. Zie je dat ook zo? Of in ieder geval. Ja, is kijk, dat... het, is, het is een beetje vreemd wat wij zien de laatste jaren. Hè? Um. Kijk, als je kijkt naar oversterfelijkheid, en er zijn de, de, de data in Nederland ken ik niet zo goed, maar in, in, in Duitsland ken ik ze. Je ziet een oversterfelijkheid die echt samenhangt met de tijd van vaccinatie, de vaccinatietijd. Daarna zien we een oversterfelijkheid. We zien in de Engeland zien we een hele duidelijke, uh, heel duidelijk verband tussen vaccinatie en niet-vaccinatie. Dus ja. Dat had al lang en breed had dat, uh, moeten worden opgepikt door, uh, door wetenschappers. Of, of, laten we zeggen, door onze, door onze regeringen. Die hadden daar echt een onderzoek van moeten maken. Van, zoek dat gewoon eens een keer goed uit. Zit dat, het zit nu gewoon in het vage bereik, hè, in het vage gebied. En niemand uh, weet wat er aan de hand is. Dus je, wat, wat, wat wat je doet, je kunt het de hele tijd blijven ontkennen, maar je moet het onderzoeken zodat je harde data hebt. Mm. Dat is de wetenschappelijke methode. Ja. Onderzoek dat op een wetenschappelijke manier, zodat je, als het niet waar is, dat je dat dan ook kan ontkrachten met harde feiten. Nu hangt het gewoon een beetje, het hangt steeds maar een beetje in de, in de, in de, in de ruimte. Ja. Kom met data, onderzoek dat. Als er niks aan de hand is, dan is er geen enkel punt om dat niet te onderzoeken. Nee. Dus ja, en als er wel iets aan de hand is, dan moet je gewoon kappen met die, met die vaccinaties. Of ja. alleen een bevolkingsgroep. Injecteren, die er werkelijk baat bij heeft. Dan moet je dus een risicoanalyse gaan doen. Dat kan ik me voorstellen. Maar je kunt niet alleen maar blijven ontkennen en uh, niet met data komen. En als je biologisch naar de werking van die, van die vaccins kijkt, is, zeg maar, is het aan te nemen, of ik weet dat je het misschien niet gelijk kan aannemen, maar. Zou het kunnen zijn dat, uh, dat het nog steeds ervoor zorgt dat mensen nu pas effecten gaan hebben van, van wat er. Ja, dat is heel goed mogelijk. Want de, de, de laatste data die ik heb gezien is dat na uh, 14 maanden. Uh, het S-protein van, van, van het virus tot de expressie nog steeds kan worden gebracht in jouw hersenen. Dus en dat zijn de laatste data die ik heb, die ik heb gelezen. Dus uh, ja, hoe is het mogelijk dat. Uh, dat dat, dat, dat ding, dat, dat RNA, is, is opgenomen. Misschien door een macrofage of zo. Dat is een cel van, van het immuunsysteem. En die heeft het ding meegenomen. En die is daarmee aan de wandel gegaan. En die zit daar nu in, het, uh, in, in, in een omgeving een, 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 een spike te produceren. Waar we hem niet op... wil hebben, zeg maar. Precies. Nou ja, goed. Die data die zijn er... Um, het is moeilijk dat je echt moeilijk iets over te zeggen. Maar de data liggen op tafel, die dat tonen dat het Spike nog steeds na meer dan een jaar aanwezig is. Dus ja, waar komt het vandaan? Het wordt ergens geproduceerd al. Ja. Dat is het pro probleem. Dus ja, en ik heb op mijn Twitter heb ik ook af en toe al, heb ik gezegd dat. kijk, ik zeg. Ik denk, of ik vermoed dat de mensen die het Spike hebben ontwikkeld, dit vaccin hebben ontwikkeld, niet niet erover na hebben gedacht hoe, een, uh, hoe het immuunsysteem werkt. Dat hebben ze niet goed begrepen, want het is zo: je hebt niet eens het hele uh, eiwit nodig van een virus om een immuunsysteem te activeren. Je, hebt een, je kunt het ook met een, met een half spike, kun je ook het immuunsysteem activeren. Dat gaat ook dan het spike herkennen, het gaat ook het virus herkennen. Als je, ik heb op mijn Twitter al, al bediscussieerd, als je dan gewoon twee overlappende, niet functionerende spikes neemt, niet die elkaar overlappen, dan heb je een, een, een immuunsysteem tegen het hele eiwit in je lichaam ben je aan het genereren. Dus dat pakt ook jouw virus aan. Dus ik, ik zeg dat, daar is niet over nagedacht. Want als je weet dat, ja, dat spike, dat wisten we van tevoren al waar dat op gaat aangrijpen, dat is op het E-systeem. Dus als je dat weet, dan ga je toch geen spike, volledig functioneel spike eiwit ga je niet inspuiten bij mensen. Dan ga je dat in stukjes bijvoorbeeld verdelen. In twee stukjes die niet actief zijn, maar die als geheel wel 100% je immuunsysteem activeren. Nou, zo kun je het ook ontwerpen. Nou, ik heb mensen erop gewezen, al sinds, voor mij al twee jaar geleden, of een anderhalf jaar geleden, want ik dacht, ja dat is helemaal fout gewoon. Zo, zo kun je dat niet doen. En zo kun je er ook voor zorgen dat, uh, dat je geen actief spike krijgt ingespoten. Nou, dat is wat je graag wilt. Hè? Geen bijwerking. Dus spuit vooral niet het hele actieve in. Hmm. Dus er waren wel uitwegen geweest. Maar kijk, als je dat nu opnieuw zou moeten gaan uh, ontwikkelen. En je gaat nu zeggen. Nou, Oké, okay, we doen. Niet één spike, maar we doen twee overlappende delen. Dan moet je gewoon een hele nieuwe procedure opstarten. Bij de EMA en bij al die, uh, hoe heet het, al die regu regulerende organen. Dus ja, dat duurt dan weer een jaar en dat kost dan weer dit. En dat, kost dan... dus dat gaat ook niet gebeuren. Dus ze komen waarschijnlijk nu weer met. Ze zijn alweer gekomen met dat Omicron-vaccin. Dat is hetzelfde principe. Ook weer het hele spike inspuiten. Hmm. Dus ja, ze leren er niks van. Nee, dat is duidelijk. Ja. En heb jij, want je zei net eventjes al dat ze nu een soort uh, grieprek op, op RNA-basis willen ja, gaan maken, ja. toch? Ja, daar zijn ze mee bezig. Uh, dat is ook uh, van de laatste maanden, zeg maar. In principe is het zo, ze willen nu eigenlijk alle goed geteste eiwitvaccins vaccins omzetten in RNA-vaccins. Terwijl het was even voor de goede orde. Tot corona was de techniek nog verboden, toch? Nou ja, verboden. Het was nog niet echt goed. Uh, het was nog niet echt in, in mensen. Het was niet in mensen toegelaten. Oh, ja, oké. Okay. Ja, nou ja, op zich. Nou ja, op verboden. Ja. Maar goed, het, uh, kijk, um, ze willen nu ook een zo geheten, dat heet een pan influenza. Dat betekent voor alle, alle typen uh, griepvirussen die er zijn, willen ze één vaccin maken. Ik heb er wat over gelezen afgelopen weken. Daar zijn ze mee bezig. Een RNA-vaccin dat alle griepen, alle griepsoorten zou kunnen herkennen in één keer. Nou, ze zijn daar net mee begonnen. Ze hebben een plan van ongeveer twee jaar. Dus over twee jaar ligt er waarschijnlijk een RNA, een pan RNA. ligt daar op de markt. Hoe ze het precies willen doen weet ik niet. Ik weet ook niet precies welke welke sequenties ze daarvoor gaan pakken. Hè. Zal bij alle, bij alle griepsoorten zal dat moeten voorkomen. Misschien is het een deel van het, van het N of een deel van het H. Het gen, dat weten we niet. Ik weet nog niet precies wat ze, wat ze daar aan het ontwikkelen zijn. Maar het komt er wel aan. En dan staat we weer op de billboard: staat, uh, laat je nu willen inspuiten met de pan. Griep, Want bij ons in Duitsland, ik weet niet of het hier in Nederland is... dan zie je die, deze grote billboards aan de kant van de weg staan. Oh. En er komen, er komen reclames langs. Uh, laat je voor dit en dat uh, vaccineren. Dus uh, die farmaceuten die zijn flink aan de weg aan het timmeren met het nieuwe winstmodel. Want, die, ja. want jij zei net dat die RNA-vaccins veel goedkoper zijn om te produceren. Ja, ja, ja. ja, natuurlijk. Kijk, en zeker als je ze niet echt hoeft te testen. Hè? Als ze zeggen, ja, is helemaal veilig, we hoeven ze niet echt te testen. Uh, dan is het natuurlijk uh, een fluitje van een cent. Hè? Want... Wat je doet, eigenlijk is het zo, en dat is ook niet, eens, niet, niet echt een hele beroerde methode, wat, wat je doet is een, een synthetisch RNA maken, zonder dat, uh, zonder dat er bijproducten in zitten. Dus dat is heel zuiver in principe. Dus daar kan je dan iemand mee vaccineren. Als je dat op een goede manier aanpakt, is het geen slechte methode. Dat moeten we ook een keer benadrukken, dat het niet de slechte methode is die men, heeft zich uitge, die men zich heeft uitgedacht. Het punt is, als je dat voor miljarden mensen moet gaan maken, dat heeft uh, vorige week ook uh, kwam dat ook, uh, werd dat ook aangehaald door Bakdi... kun jij synthetisch RNA maken voor een miljard mensen bijvoorbeeld. Nou, dat wordt veel te duur. Dus dan laat ze dat niet door een machine maken... maar dan laat ze het door een bacterie maken. Met alle gevolgen van die. Want dan moet je het heel goed opzuiveren. Dan moet je het DNA van die bacteriën eruit zien te krijgen. En doe je dat niet goed... dan spuit je ook DNA van een bacterie in jou... in, 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 in het lichaam van een mens. Nou Dat is natuurlijk niet, niet wat je wilt... Normaal gesproken is het zo: een DNA-molecuul wordt, uh, wordt door je immuunsysteem ook meteen herkend. Hè? Dat is bacterieel, afbreken, die hop. Maar als je dat dan in zo'n vesikeltje verpakt, hè, waar je ook je RNA in hebt, vaccin in hebt verpakt, ja, dan gaat dat mee de cel in. En wat gebeurt er dan? Kijk, dan spuit je ook DNA mee, je cel in. Nou, dat soort dingen, dat, dat hebben ze dus allemaal niet, uh, niet uh, ons verteld. En wat gebeurt er dan potentieel? Ja, dat, kijk, dan heb je dus een heel stuk DNA. Van een bacterie, dat zijn, die noem je, noem je dan plasmiden. Dat zijn van die kleine productiestukjes DNA, zeg maar, daar produceer produceert die RNA's mee. Die krijg je dan mee ingespoten. En daar zat bijvoorbeeld, dat heeft, hebben meerdere groepen hebben dat aangedaan. Daar zit dan bijvoorbeeld zo'n SV40-sequentie in. En een SV40-sequentie, als die ergens in jouw genoom gaat zitten, nou, dan heb je echt een probleem. Want dat is een schakelaar die aanstaat. Dat is een, dat is een schakelaar waarbij je. Uh, kijk, ons, ons DNA bestaat uit uit genen, maar die genen moeten aan en uit worden gezet. En daar zitten schakelaars. Dat zijn schakelaars die dat doen. Net als bij een, bij een computer, zeg maar, schakel, een schakelkast. Nou, die, schakel, uh, die schakelaars, als je die mee gaat, injecteren, mee gaat inbrengen en die integreren in jouw cellen, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Want dan gaan die op, op, uh, op, op, op het verkeerde moment in de verkeerde cellen, gaan ze jou. Uh, genetische informatie aansturen. Dat wil je natuurlijk niet. Kijk, dat soort dingen dat hadden ze al lang en lang breed hadden ze dat moeten uh, uitsluiten dat het überhaupt gebeurt. Heeft dat wat auto-immuunziekten tot gevolg? Of of daar, uh, nou, gevolg van... dat kan van alles tot gevolg hebben. Het is maar net waar zoiets zo geïntegreerd in je genoom, weet je. Als dat uh, in een gen gaat zitten die uh, je immuniteit regelt, ja, dan krijg je immuniteitproblemen. Als het in een gen gaat zitten en die dat gaat aansturen, die jouw celcyclus, dus je celdelingen gaat controleren. Ja. Dan kan je wel nagaan, dan heb je ongecontroleerde celdelingen. Dan heb je daar problemen. Dus dan krijg je hypoplasie of je krijgt, krijgt kankers, dat soort van dingen. We weten dat gewoon niet. Dat hoor je ook Maar Ik vind het zorgwekkend. Dat, ik vond het zorgwekkend om te, om, te, om te zien. dat ten eerste één laboratorium dat had, had ontdekt. maar er zijn ondertussen meerdere laboratoria wereldwijd. die die sequenties uh, aantonen in, in de vaccins. Nou, dat is natuurlijk uh, ongehoord en dat mag absoluut niet. Want, dit, want dat is dus ook in die RNA-vaccins gebeurd voor corona. Is dat dus, ze hebben getest op um, uh, met, met die synthetische, uh, met de synthetische ja. versie. En, maar omdat, dat, omdat ze het zo goed moesten uitrollen, hebben ze het dus vervolgens met bacteriën gedaan. Ja, dat, is het, dat, is, dat is wat men vermoedt wat er speelt. Oh, ja. Het zou mij ook niks verbazen. want het is vrij prijzig om je RNA's te synthetiseren. Maar het is toch, het Peter, het is toch wel... Ik vind het, kijk, ik vind het dus best wel bizar, hè, die hele technologie. Want jij zegt wel, ja, het is perfectly safe... of een goede methode om, om eventueel te gebruiken, dat RNA. Maar ik vind het toch ook wel, en dan gaan we misschien zo meteen komen... Erop, ook wel een beetje voor God spelen... Ja. omdat het je gewoon in je, in je, in je DNA en zo gaat zetten. Nou zitten. ja, dat hopen we dat het niet gebeurt. Maar uh, er zijn wel wegen die dit soort dingen in jouw DNA kunnen brengen. Dat is duidelijk. Dat, is, dat, dat, had, dat had men ook niet. Uh, dat wist men ook niet. Hè? De gremie, dat heb ik ook al heel veel over geschreven. Uh, er bestaan biochemische wegen in onze cellen die een RNA-molecuul kan omzetten in een DNA-molecuul en weer terug kan zetten in jouw uh, genoom. Dus in jouw, DNA, jouw eigen DNA. Nou ja, de gremia, de mensen met met wie ik heb gesproken hier in Nederland, maar ook in Duitsland. Die, hebben dan, die hadden daar nog nooit van gehoord. Dus dan weet je wel wat ongeveer het niveau is van die mensen. Dat, daar zat er geen genoombioloog in. En dan zeg ik ook: ja, kan alleen als je een HIV-infectie hebt, want dan heb je die enzymen. Nee, die enzymen zitten overal in ons genoom. He, dat, is, dat is het interessante dan: uh, dat, we, dat we in ons genoom veel meer uh, informatie voorhanden hebben. als wij vroeger dachten. Wat ik zelf dacht, vroeger bijvoorbeeld, dat, uh, dat deze. Dat deze, deze, zeg maar deze genen waar we het nu over hebben, die een RNA kunnen omzetten in DNA en een DNA kunnen terugzetten in je, in je eigen DNA, dat dat puur viraal was, dat dat alleen in virussen voorkomt. Nou, nu ik genoombioloog ben, weet ik dat, er, dat die dingen miljoenenvoudig bij ons in, in ons eigen genoom voorkomen. En dat zijn genetische schakelaars, zijn dat. En die kunnen zich in het genoom kunnen, kunnen zich om uh, kunnen zich, weet het, um, kunnen zich verplaatsen van de ene plek naar de andere plek. En dat hebben we pas de laatste tien jaar geleerd, dat, het, dat die uh, in, in ons DNA voorhanden zijn. En wat doen die dingen daar? Nou, Bijvoorbeeld in, in de hersenen zorgen die ervoor dat bepaalde genetische contexten worden gevonden in leerprocessen. Nou, dat is de, van de laatste tien jaar. Dus die dingen, he, waarvan we vroeger altijd dachten dat is allemaal junk DNA. Nee. Of overblijfselen van virussen, hadden ze het ook over. Die vinden wij gewoon overal in ons genoom. Dat betekent dus dat die hele biochemie, die je nodig hebt om een RNA om te zetten in een DNA. En die weer om terug te zetten in je, in je eigen genoom, in je eigen DNA. Alles voorhanden is in ons eigen cel. Nou, daar heb ik de mensen destijds op gewezen. Er was niemand die dat ook maar één keer van had gehoord. En uh, er was één iemand hier in Nederland die had ervan gehoord. Daarvan, de, van, daarvan kreeg ik een mailtje terug. Die zegt, ja, dat is, uh, dat, de, wat je zegt, dat klopt. Maar dat gaat geen rol spelen. Zo, dat, zo zegt hij dan. <laughs> Oké, okay. ja, okay. ik zeg, hoe weet je dat dan? Heb je dat data van? <laughs> Kijk, dat is natuurlijk ook weer geen wetenschap. Dat is dat sussen, is zeg maar. Mensen in, uh, niet bang willen maken. Nou ja, goed, ik wil me ook niet mensen bang maken, maar ik wil wel mensen waarschuwen voor de mogelijke consequenties. Want een cel is vele malen uh, complexer en heel anders dan uh, de meeste mensen denken. Hè? Ja, dus het is eigenlijk kortom niet uitgesloten dat hetgeen wat er ingespoten is, daadwerkelijk in je DNA gaat zitten. Ik denk dat dat gebeurt. Uh, mondjesmaat, ik denk dat dat gebeurt. We hebben gezien uh, in, de, in de lijsten met bijwerkingen: er zijn een aantal congenitale. Uh, Afwijkingen zijn dan gemeld. Dat betekent dat, ze, dat heeft, heeft betrekking op jouw erfelijkheidssysteem. Congenitaal betekent overerfbaar. Dus die dingen die zijn opgetreden. Dus het, het is in principe mogelijk. Het gebeurt niet veel. Maar ja, je zult het maar hebben. Ja, nou ja, en vooral als je door blijft gaan met die dingen inspuiten... wordt de kans natuurlijk uh, Steeds. Ja, goed, elke keer heb je weer meer kansen. Ja. Hoe meer van je RNA wordt ingesproken, hoe meer je die kansen hebt. Ja, precies. En, en, en is dat, want dit is natuurlijk wat veel mensen zich afvragen. En we zijn natuurlijk ook, daarom vind ik het heel waardevol om, hier, om, om hierover te spreken. Maar ik vind, soms voel ik ook een beetje bezwaard voor de mensen die zich hebben laten injecteren en de spijt ja, van hebben, maar, zeg maar. Precies, ja, dat is, het is natuurlijk niet, niet fijn om te horen. Um, het is niet fijn om, 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 om dat te horen. Ik heb laatst een, een, een lezing gedaan ook in, in, in de buurt van Drezen. Daar waren ook heel veel mensen die hadden zich laten uh, vaccineren. En ja, goed, na twee jaar komt nog eens een keer iemand langs om te vertellen van wat dan de potentiële gevaren zouden kunnen zijn. Ja, die staan natuurlijk wel te kijken van hmm, waarom, heb, waarom wist ik dat niet eerder? Dat had ik een andere beslissing genomen. Nou, dat wisten wij niet eerder, omdat wij gewoon niet goed zijn voorgelegd. Nee. Want deze data. Die, ben ik de enige die dat weet? Nee, natuurlijk ben ik niet de enige die dit weet. En is er nog wat te doen eigenlijk om dat dan terug te draaien? Ja, dat is ook een goede vraag. Uh, ik denk zelf van niet. Ik hoor wel heel veel verhalen van uh, preparaten en zo die je kunt bestellen. Daar springen natuurlijk heel veel mensen weer op in. Die ja, er heel veel geld, geld mee ja, verdienen. Ja, ja. Um, er zijn... Kijk, als jij in een laboratorium aantoont... dat jij een spike in een petrischaaltje hebt... en je doet daar een plantaardig extract bij... en dat spike verdwijnt. Ja. Maar goed, zodra ik dat in mijn cellen heb en het wordt geproduceerd... En ik ga dat spul drinken. Gaat er echt niks meer gebeuren. Dat is een heel ander experiment. Ja. Kijk, wat wij in het laboratorium vinden. Dat moet je. Kijk, dat is ook, dat is ook de, de crux van, het, van dit soort onderzoek. Wat wij vroeger altijd in het laboratorium vonden. In onze culturen, zeg maar. Moet je eerst kijken. Heeft het überhaupt betekenis voor de biologie? Dus dan moet je daarna meestal een, een, een experiment met een dier uitvoeren. En als het effect zichtbaar is ook in, in zo'n dier. In zo'n proefdier. Dan kun je zeggen, oké, okay, wat wij in het laboratorium hebben gevonden... in een petrischaaltje, heeft ook effect in het biologische systeem. En dan kun je kun je nogal vragen... is een muis dan hetzelfde systeem als een menselijk systeem? Nou, heel vaak gebeurt dat is 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 niet zo. Maar goed, als je het effect van de muis... dan ook nog eens een keer in de mens kan nabootsen... Met, 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 met een bepaald medicament of zo... Ja, dan heb je een goede onderbouwing. Maar je, kunt, je hoort wel van het hele traject wat je door moet... Hè? Gebeurt dat? Kan je dat doen in, 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 in een half jaar? Nee, dan ben je echt een jaar bezig. Zeker. En dan met, met menselijke testen, dan ben je zo 5, 6 jaar. jaar. Ja. Ja, precies. Nou, dat is precies, dat is wat er ook speelde afgelopen tijd. Al die stappen die zijn oversprongen. Mm. Nou, en dat, ik zeg, dat is slechte wetenschap. Hele mm. slechte wetenschap. En um, op gegeven moment was het echt zo'n heel verhaal. Dat kan ik me nog herinneren. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat nu zit. Dat um, mensen bang waren op, de, op shedding. Zo heet het ja, geloof ik. Ja, precies. Heb jij, is dat... Uh... Ja, ik, daar ben ik zelf helemaal nooit bang voor geweest. Nee? Nee, nee dat, ik, Kijk, shedding, wat is het? Je ademt van die, van die, uh, van die eiwitten uit. Kijk, als je eiwitten uitademt, dat is de normale gang van, uh, van zaken. Het immuunsysteem staat de hele dag bloot aan, aan, aan vreemde eiwitten. Die worden zo voort worden opgenomen door onze immuuncellen, afgebroken en gepresenteerd. En er komt een goede immuunrespons. Dus daarvoor heb ik echt helemaal geen enkele angst gehad. Niks. Nee. Ik, dat verhaal ging een tijdje. Maar... Ja, toch? Maar ook ja, met, met lichaamsoverdraagbaar en ja, zo. Zeg maar, als je... Ja, goed. Kijk, een eiwit hoef je niet echt... Daar, heb je, daar hoef je niet bang voor te zijn. Je eet de hele dag door eiwit. En je, ja. eet, je eet zelfs de hele dag door virussen, bacteriën, zonder dat je het door hebt. Het wordt allemaal, allemaal aan, je, aan je immuunsysteem getoond. Het immuunsysteem herkent het als virus of als bacterie en het wordt opgeruimd. En zo zitten wij in elkaar gewoon. Dus je kunt al die dingen kun jij, uh, kun jij rustig eten. Het wordt, opge, op, het wordt herkend door je immuunsysteem. Mm. Daarom zeg ik ook, eigenlijk is het zo, als jij gewoon een goed werkend immuunsysteem hebt, hoef je eigenlijk helemaal op, geen vaccinaties. Nee. Helemaal, ik zeg ook, als je een slecht werkend immuunsysteem hebt, dan kun je voor een vaccinatie gaan, natuurlijk. Maar je kunt niet zeggen van, oh, we gaan, we weten niet wat er op we weten, we weten, de, we weten er niet veel van af, dus we gaan de hele bevolking inenten. Dat is een heel ander verhaal. Natuurlijk. Ja, zeker als je het als het slecht getest hebt. Ja. Dat is een heel ander verhaal. Dus ik zeg ook hier, dit was ook zeer slechte wetenschap. Hmm. Peter, ja. um, wat er uh, wat er veel, ik heb natuurlijk op een gegeven moment jouw gesprekken opgenomen. Ik volgde je op Twitter en als ik dan zelf iets over jou poste of als mensen jou onderuit wilden halen. Ja. Dan werd er heel vaak door de papij van Erf van deze wereld geroepen: Ja, maar naar die, naar die Peter Borgen moet je niet luisteren, want dat is toch maar een creationist, ja, ja. Wordt, er dan, Ach, wordt er dan gezegd. Ja, ik kan dat me dat heel goed voorstellen. Ik, heb het, ik zie het elke, elke dag voorbij komen, zo ongeveer op Twitter. Ongeloofwaardig, hij is creationist. Nou, kijk, het is gewoon een, het is een, een debating trick. Als je geen, geen argument hebt om het te pareren. Dan zeg je gewoon, hij is creationist, hij is ongeloofwaardig. Je kan, toch, je kan ook iets anders zeggen. Uh, hij is. Uh, wat is ook uh, tegenwoordig in? Oh ja, hij is, uh, hij is extreem rechts of zo. Ja, ja, ja. Hij is nazi. Ja, hoef je niet met zo iemand te discussiëren. Want hij is, bij voorbaat is hij al uh, is hij niet geloofwaardig. Ja. Nou, creationist is gewoon, ik heb in mijn boek ook beschreven, wat is een creationist? Ik geloof dat wij een product van schepping zijn. Ik heb de biologie 25 jaar lang bestudeerd in het laboratorium. Ik, heb, ik bestudeer de biologie nog dagelijks. Wat wij daar zien, en mijn conclusie in de jaren, eind jaren negentig was wat wij daar zien, wat ik daar bestudeer, dat is geen toevalsproduct. Dat werkt allemaal samen. Het is een coöperatief uh, systeem, een levende cel. De meest simpele cel is een extreem complex um, informatiesysteem. Het is, een, het is een computertje, een nanocomputertje. En daar moet worden samengewerkt door alle onderdelen. En dan kun je zeggen: oké, okay, kijk eens naar, naar zo'n cel. Hoeveel, hoeveel onderdelen heeft zo'n cel? Zo echt de meest simpele bacterische cel die je kunt voorstellen. Die heeft veel meer onderdelen als jouw handy, als jouw uh, cellphone, weet je. Dus een celfoon, daar zit misschien 100 onderdelen in. Maar in de meest simpele cel heb, heb je min, minimaal 800 genen voor nodig. Dat zijn 800 onderdelen. En die moeten niet enkelvoudig voorkomen. Nee, Daar heb je miljarden van. Dus je hebt een, een extreem complex systeem. En dat werkt samen. Het is een, ik zeg altijd, het is een holistisch systeem. Je kunt het niet verder reduceren. En biologen hebben dat ook laten zien. Je kunt de allersimpelste cel nog een beetje versimpelen door al zijn eten te geven, zodat je zijn eten niet zelf hoeft te maken. Dan kun je zo'n cel kun je reduceren tot om de zo'n 470, 490 cellen, zeg maar. En dat ding is nog, is nog, die kan zich nog delen. Dus de biologen zeggen, hij kan zich nog delen, dat is een levende cel. Dat ding, dat heeft dus 500 uh, stukjes informatie in zich zitten, die wij genen noemen. Dat is een enorme, lange, uh, lang molecuul, dat is een DNA-molecuul. Dat is meer dan uh, 500.000, dus een half miljoen, gecodeerde uh, informatie. 500.000 letters van die DNA-letters in de juiste volgorde. Dat heb je nodig om een cel <laughs> te laten delen. Nou, ja, dan kun je dat is zeggen, toch niet normaal, Peter, als je daarover nadenkt? Het <laughs> nee, is ook niet normaal. En het, 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 het tweede punt is, die dingen die moeten met elkaar gaan samenwerken. Die werken samen. De een doet dit, de andere doet dat. En je krijgt van die kaskades. Samenwerkende kaskades. Pik je er een uit, dan functioneert dat systeem niet meer als geheel. Dus het is een holistisch systeem gebaseerd op informatie. Ik denk een holistisch systeem gebaseerd op informatie. Hmm, daar hebben we als uh, reductionisten, als Darwinisten grote problemen mee. Zo groot dat ik zeg, wat wij daar aan het bestuderen zijn... dat heeft geen Darwinistische oorsprong... Uh, dat is een, uh, een holistisch systeem, zou ik al zeg. Dat moet samenwerken. Uh, dat is een uh, getuigenis van een schepper. Dus ik ben in de eind jaren negentig, begin jaren 2000, ben ik tot overtuigd gekomen dat wij een schepsel zijn. Dat hmm. de, wat wij om ons heen zien: dat dat een schepping is. En ik denk, daar hoef je eigenlijk ook helemaal geen bioloog voor te zijn. Maar als je gewoon in de natuur bent, dan zie je heel veel dingen van je denkt van wauw. Dat is een uh, duidelijke. duidelijke Design, je ziet de design zie je eigenlijk overal. Als je in Rotterdam loopt, je ziet overal dingen die zijn gedesigned. In de natuur zie je ook overal dingen die zijn gedesigned. Hmm. Je ziet de mooie mathematische regels altijd, ook in de natuur, Fabonacci zie je vaak voorbij komen. Dus ja, uh, kun je mij vertellen van ja, uh, dat is allemaal uh, toevallig ontstaan. Ik zeg, ik geloof helemaal niet meer in het toevallig ontstaan. Nee. Als ik kijk naar, een, uh, naar, een, uh, naar het evolutieproces aan zich, dan moet je bij elke. Stap, bij elke volgende stap moet je informatie aan het systeem gaan toevoegen. En dan vraag je de evolutiebioloog, waar komt dat dan vandaan, die nieuwe informatie? Ja, duplicaties, mutaties. Het is nooit specifiek, weet je. Het is een verhaal. Het is het geaccepteerde verhaal. Het gaat door mutaties en door selectie. Nou ja, we weten ook, en dat beschrijf ik in mijn, in mijn, in mijn boek, dat uh, het grootste deel van jouw genoom, daar staat. Dat, 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 dat is informatie. Dat kun je eruit halen. Er zijn stukken informatie in ons genoom. Die hebben, waarvan men denkt die hebben zeer belangrijke functies. Want bijvoorbeeld die vinden we in muizen. Die vinden we in mensen. De evolutionist zegt nu. Oh daar moet enorm veel selectiedruk op zitten. Op die stukken in mensen en muizen. Want die zijn al bijna 100 miljoen jaar lang zitten die in het genoom. Dus dat moet echt een functie hebben nou. Echt een belangrijke functie. En wat doen ze dan in muizen? Dat doen, doen ze tegenwoordig. Halen ze dat stuk eruit. Met als gevolg dat je verwacht dat dingen ziek, hè, die muizen ziek. Uh, of heeft gebreken. De grote uh, verrassing van de jaren negentig toen ze dit begonnen te doen, was dat heel veel van die muis die hebben, die hebben helemaal niks. Die niks aan. Verandert niks aan. Totaal niks. Die, zijn, die huppelen vrolijk rond in hun hokjes. En het was, was heel frustrerend voor veel biologen, want die hadden daar jaren aan gewerkt, natuurlijk, om zo'n muis te, te maken waar dit hele stuk DNA uit weg was gehaald. Blijkbaar niet echt een selectieve waarde. Toch is, is het aanwezig in deze, in deze twee muizen. Dus dacht ik, als dat zo is en het heeft wel functie. dan is, is, de, dan is de selectie. de Darwinistische selectie is compleet overschat. Dan, is het dus een, dan, heb, dan hebben we dus een een, een, een. een heel ander genoom. dan uh, ons wordt geleerd in de biologie-cursus, lessen, hmm. studies. En. Je kunt zelfs zover gaan dat je, dat je en zover ben ik in mijn boek gegaan, je kunt zien dat, uh, dat organismen met heel veel extra informatie in hun genomen, en dat is ook functionele informatie, want het zijn enzymen die daar worden gebouw, uh, gemaakt, functionele informatie, met een overschot aan informatie. Dus dat betekent dat jij bepaalde dingen, bepaalde informatie ook mag verliezen. Het mag er ook blijven en je mag het ook verliezen. Er zit geen selectiedruk op. Ik heb het dat toen zo voorgesteld: als jij een organisme hebt, en daar, daar, daar zijn de voorbeelden, uh, toon ik in mijn boek. Als je bijvoorbeeld een plant hebt die zich over de hele wereld heeft verspreid. En die kun je terugvoeren op één oergenoom. Want Die komt voort, volgens de evolutietheorie, uit één, één plant. plant ja. Dan zie je dat deze ene plant die. Als je teruggaat in de tijd dat die veel complexer was dan die verschillende planten, die nu overal op de wereld te vinden zijn. Dus naarmate je teruggaat in de tijd, worden de genomen niet simpeler, maar ze worden complexer. En dat is natuurlijk het tegenovergestelde van de Darwinistische theorie. En dat realiseerde ik mij in de jaren negentig, zo begin de jaren 2000. Ik denk, hé, hey, die theorie die ons geleerd wordt, die klopt niet. Die klopt niet. Dus ik heb toen een nieuwe theorie bedacht. nieuwe ik, ik noem het zelf altijd nieuwe evolutietheorie. Want dingen ontwikkelen zich. Hè? Er ontstaan nieuwe soorten en zo. Het staat helemaal buiten kijf. Maar het gaat op een hele andere manier dan uh, evolutiebiologen ons vertellen. Het gaat op een hele andere manier dan Darwin en Darwinisten ons vertellen. En het interessante is altijd, als ik zeg ja, uh, het, gaat heel, het gaat helemaal niet op een Darwinistische manier. Of, ik, of wanneer ik zeg ja, Darwinistische, de, de, de Darwinistische leer is weerlegd door de biologie. Dan zegt men altijd tegen me: ja, maar de, de biologie of de evolutiebiologie is al lang niet meer Darwinistisch. Nou, ik zeg je, de evolutiebiologie is gewoon nog Darwinistisch. Waarom? Omdat elke structuur, elke structuur die nieuw moet worden verklaard, door selectie wordt verklaard. Dus het is gewoon de Darwinistische uh, biologie die we nog steeds uh, onderricht krijgen. Maar men zegt eigenlijk dat we dat niet meer doen. Ze zeggen, uh, ja, de Darwinistische theorie heeft zich verder ontwikkeld uh, naar een hele nieuwe evolutietheorie. Maar dat is niet het geval. Want elke vorm van selectionisme, die je, moet, die je integreert, integreert in jou, uh, in jouw theorie als uh, uitgangspunt om nieuwe structuren te verklaren. Als dat door selectie moet worden gebeurd en er is verder niks dan selectie, dan heb je darwinisme. Dus ook de moderne theorie is darwinisme. Het is natuurlijk wel een beetje hier en daar wat, wat, wat opge, opgepolijst, maar het, het, de kern is gewoon darwinisme. Omdat je een systeem moet hebben, je moet, een, je moet een mechanisme bedenken wat de rol van een schepper zou kunnen overnemen. Snap je? Een schepper die kan scheppen zo, vanuit het niks. Nou, als je die niet hebt, dan moet je dus een, een drive hebben, een, 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 een kracht die dat ook zou kunnen overnemen. En dat is de selectie. Dus als jij bijvoorbeeld een nieuw orgaan vindt in, in, een, in, een, in, een, um, in een organisme, dan moet dat door selectie verklaard worden, want er is geen ander mechanisme. En organen vinden we ook in, in organismen, nieuwe organen, bijvoorbeeld een, het spinorgaan van een kat. Dat is een nieuw orgaan. Oh ja? Uniek, ja. Dat is een uniek orgaan. Daar hebben ze een orgaan voor. Nou, een, een orgaan is supercomplex. Het bestaat uit miljarden cellen. Allemaal gedifferentieerde, gespecialiseerde cellen. die daar samen, he, weer samen, een holistisch systeem bouwen. dat op code, gecodeerde informatie uh, ge, uh, ge, uh, opgebouwd wordt. Dus we hebben te maken met hele complexe organen. met een bouwplan met informatiesystemen... opgebouwd uit miljarden van cellen. Nou, uniek orgaan. Waar komt dat ding vandaan? Ja, natuurlijke selectie heeft het gedaan. Ja, hoe dan? Ja, weten we ook niet. Nou, ik zeg je, die hele natuurlijke selectie... dat is gewoon een, een, een substituut voor God. Dat is het geweest in de, in de, in de tijd... Dat, dat heel modern was. Hè. Dat God werd in de 19e eeuw... Werd aan de kant gezet. We hadden van die filosofen, Duitse filosofen met name... Hè, Feuerbach, God is dood... Um, en toen hadden ze natuurlijk wel wat nodig wat de complexiteit kan verklaren. Nou, dat werd selectie. Mm. En dat is tot, tot op de dag van vandaag wordt dat, wordt dat iedereen vertelt dat de selectie alles verklaart. Ik zeg u, ik zeg jou. <laughs> selectie verklaart bijna niks in de biologie. Dus het, het, is, het is volledig, uh, volledig over, overtrokken. Ja. En, uh, want ik, je hebt een, een aapje op de, op de voorkant van je, ja. van je boek staan. Ja. Want dat is natuurlijk, dat vind ik... Ik zag er van de week nog een plaatje ja. van voorbij komen online. Want dat is natuurlijk he, Darwin uh, die, die dan aan de hand van apen... Zeg ja. maar, zou verklaren hoe wij opeens mens zijn geworden. Ja. Maar waar zijn dan al die, die wezens heen van tussen de aap en, oh ja. nou, en, nou, en wel, de mensen die we nu zijn? Dat is wel een, vra een goede vraag. Die moeten eigenlijk ergens liggen in het, in het fossiele verslag. Nou, je vindt daar apen en je vindt daar mensen, dat is waar. Maar die overgang is echt zeer moeilijk vast te stellen... Nog steeds. Dus is dat inderdaad zo, zo gegaan? Weten we niet. Kunnen we niks over zeggen? Want het speelt zich allemaal in het verleden af. Het is een historische wetenschap. Dus je kunt alleen maar reconstrueren. Je kunt niet zeggen: Oké, okay, we waren erbij, we hebben het gezien, dat en dat en dat. En zo is het gegaan. Nee, dat hebben we niet. Dus wat moeten we? We kunnen in het genoom kijken van apen en van mensen. Nou, dan zien we dezelfde kloof die we ook in het fossiel, fossiele verslag weer terugvinden. We vinden een extreem grote uh, hoeveelheid nieuwe informatie in apen, maar we vinden ook een extreem grote hoeveelheid nieuwe informatie in mensen. En, die, en hoe meer wij het genoom van deze organismen bestuderen, hoe groter die kloof wordt. Hij, gaat, hij sluit zich niet, nee, hij, gaat steeds, hij wordt steeds groter. Vorig jaar werden er nog weer nieuwe structuren ontdekt in het zogeheten Junk DNA, dat heet hackers. Dat zijn, uh, dat zijn sequenties die bij mensen voorkomen, die alleen bij mensen voorkomen. Waar komen die vandaan? Die vinden we niet bij apen. Dus ja, we hebben een kloof van informatie. En wat doen die hackers, weten we nog niet precies, maar we weten dat ze bepaalde uh, genetische uh, structuren vormen, bijvoorbeeld in jouw, uh, in jouw, in jouw DNA, waarbij ze, waarbij ze het DNA op een bepaalde manier vouwen. De vouwing van je DNA is, is belangrijk. Je moet je DNA voorstellen als een soort van driedimensionele computer. En die programma's. In de computers liggen die eigenlijk op het platte vlak, zeg maar. Maar programma's in een, in een, in een cel, die liggen in drie dimensies. En soms moet een, moet een platform worden gebouwd. Vanuit een, zeg maar een hele lange. Streng DNA, dat moet allemaal bij elkaar worden gebracht. Dan heb je sequenties voor nodig. Als je tegenwoordig een animatie ziet van wat is eigenlijk een, een DNA-molecuul. Vroeger dachten we dat het is statisch Het ligt gewoon in de kern. Nee, het is een, het is een plastisch geheel. Het is de hele tijd in, in beweging. Het zoekt door, um, door deze sequenties, zoekt het de juiste ruimtelijke posities. En dan krijg je opstarting van bepaalde programma's. Dus het is een... Extreem niet door niet uh, begrepen computer nanocomputer, elke cel doet het, elke cel doet het net op een andere manier, zodat het een bepaald type cel wordt. Nou, het is echt als je dat ik kan me dat zo als omdat ik dat al twintig jaar heb bestudeerd, kan ik me dat zo visualiseren. Ik denk van wauw, als ik dat allemaal zie hoe dat gebeurt. Daar zijn een paar mooie animaties op uh, YouTube te vinden. Hoe dat werkelijk functioneert. functioneert. Roelof, zou jij eens kunnen kijken of je voor de kijkers iets kan uh, omhoog trekken? Nee. Weet je, weet je waar, waar je een beetje op moet zoeken dan? Ja, kan je dat wel laten zien gewoon? Dat zijn, uh... nou, hij pakt het er nu, uh, nu, als het goed is, nu bij. Dan okay. kunnen, kunnen de kijkers ook gelijk uh, meekijken. Want ik, vind echt, ik, ik zit nu namelijk echt in te beelden van hoe zou dat er <laughs> godsnaam uitzien. Ja. Animatie. Uh, D, DNA? Uh, er is wel een DNA-animatie. Die kun je misschien laten zien, ja? Die, is, denk ik, ja. die is ook wel goed. Wacht even. Ja. Er is, en die, die, die is ook mooi met die Inner Life of the Cell. Die is ook goed. Dan zie je dat er gewoon robots in je cellen rondlopen. De derde van boven, Rolof. Ja, die Inner Life of the Cell is ook altijd oh, goed. Die wordt ook veel ja. bekeken, volgens mij. Die is echt goed. Die laat ik ook wel eens zien tijdens mijn presentatie. Want ik krijg een klein beetje een idee wat er in een cel speelt. Ja. En hier zie je dan een, een bepaald immunologisch proces. Hier zie je. Dat die cellen die rollen zeg maar, tegen je bloedvaten aan, die ja. gaan zich dan aandokken. Zo. En dat is de docking. Dus dan gaan ze zich vasthechten en dan gaan ze zich er doorheen trekken, zeg maar. En dit is eigenlijk een celmembraan dat je hier ziet. Ja. Dat zijn van die rafts. er zitten, ja, er zitten een soort robotjes op die gaan, die gaan, die, die gaan met elkaar communiceren. Communicatie. En nu ben je al in de cel. En dan gaat er nog zo'n raft daar in de verte, zie je zo'n ding vliegen. En dit zijn, dan is het cytoskelet, noemen we dat. Het heeft, een, een cel heeft ook een skelet hè, om stevigheid te krijgen. Hier zie je een cytoskelet. En het interessante is, die dingen die bouwen zichzelf en die breken zichzelf weer af. Het wow. zijn gewoon van die stellingen, van die bouwvakkenstellingen. Ja. Ja. Ze ziet er ook uit, ja. Ja, precies. En kijk, zo, 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 dat, is, dat noemen ze ook zelfassemblages. Um, ze, ze maken zichzelf. En dat, is allemaal, dat zit allemaal in jouw informatie, in jouw DNA. Dus die zelfassemblage ook. En als ze dan zo'n ander proteïn, zo'n ander eiwit aanhecht, dan gaan ze die weer uit elkaar. Het is allemaal gecontroleerd, alles gereguleerd. Dit zijn tubuli, heten die. Kijk, die, 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 die kunnen zichzelf vormen. En die kunnen als ze het niet meer nodig hebben. Kijk, dit zijn die nanorobots. Dit is helemaal mooi natuurlijk. Dit zijn nanorobots. Hè? Wat, die ja. sleept gewoon. Ja, en die slepen die dus producten die worden aangemaakt. in de kern of bij de kern in de buurt. Die naar buiten. Die moeten winnen. Moeten en vroeger dachten we ah, dat gaat allemaal door diffusie, weet je. Dat gaat vanzelf. Nee, dit zijn nanorobots. Ze zijn daarvoor, zijn daarvoor geconstrueerd om dat te doen. Dit is dan zo'n celcare. Dan komen die RNA's, die gaan er dan uit. En die worden dan afgeschreven. Kijk, er komt dan zo'n complex aan. Gaat, en die, die gaat, die gaat, een, gaat van, van die informatie. Die streng die je ziet is informatie. En dan komt er een... Een, een eiwit komt eruit. Dus is een informatieoverdracht heb je daar. Dat een eendimensionele informatie... Wordt driedimensionale informatie. Kijk, hier gebeurt het ook. Hier wordt het in een... Um, in, in, in die balletje, zeg maar, wordt het... Wordt het, wordt het, wordt het uh, Wordt het gemaakt. En kijk, daar gaat, gaat hij weer. Het is een robot. De nanorobots. Dan kijk, Hier ontstaan dus die kleine vesikeltjes. En die worden dan getransporteerd naar buiten. Via dit soort mechanismen. Dat is ook waarmee ze het RNA naar binnen brengen, ja, toch? Ja, soortgelijke bolletjes. Ja. Dat zijn vetbolletjes. Zijn dat. Dan kijk, en dit, dit is dan weer op, op, op jouw membraan. En dan vormen ze zich vanzelf, zeg maar. Vormen zich van die flotten. Maar dat is allemaal geprogrammeerd. Dit is al, wat je ziet, al die bewegingen. en alles wat er ontstaat, is geprogrammeerd. Daar zit een code achter, een informatiesysteem zit erachter. En waarom doet, waarom is, wat we nu hebben gezien, is dit proces. hoe hij zich door zo'n bloedvat heen beweegt. Nou, dat gebeurt elke seconde. met miljarden cellen in jouw lijf gebeurt dit. En dan gaat hij tussen die dingen door. Nou ja, hij mag natuurlijk ook geen gaten maken. Dus er moet ook meteen alles weer worden afgesloten. Dus het is compleet alles gereguleerd, alles gecontroleerd door. Informatie. We zijn een informatiesysteem. En we zijn niet een simpel informatiesysteem. Want je kunt je voorstellen, mensen willen graag een robot bouwen. Je hebt misschien wel eens die robots gezien. Mm. Die kunnen dan één bepaalde taak bijvoorbeeld. Mm. Dan denk je van wauw. Je krijgt bijna de, 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 de kriebels als je dat ziet. Van, dat ziet er gewoon eng uit, weet je. Nou, wij zijn tigmaal complexer. Dat is zo bizar, hè? Ja, echt bizar. Als je vind, dat vind ik ook, want als je hier toch naar kijkt allemaal... dan denk je van, dit is zo, zo complex. Maar het is ook, als ik naar een computer nu kijk... en dit is een dan complexer dan, dan een computer... maar we hebben natuurlijk ook super geavanceerde computers en zo. Ja. Maar als je je bedenkt dat, dat, dat we ongeveer op dezelfde manier... Hè, dus dat wij dat gecreëerd hebben eigenlijk... om bepaalde dingen te kunnen ja. doen... en dat wij nagenoeg op een natuurlijke manier dan ook zo in elkaar steken. Het ja. nou, is wel interessant wat je zegt, want dat doet me er ook denken. Kijk, wij maken die computers, wij schrijven die codes daarvoor. Wij, wij weten dat we het te maken hebben met informatiesystemen. We schrijven die code zelf, bene. Ja, ja, precies. Nou, dan is de vraag, wie schrijft die code van mijn cel? Wie schrijft de code van een cel? Want we weten, het is gecodeerde informatie. En die code zelf, die code zelf, die, zit, die, zit, die kun je niet terugherleiden op de moleculen. Dus het is werkelijk, het is een gecodeerd systeem waar we naar kijken. Hmm. Het is eigenlijk een boek. Ze zeggen ook wel eens het boek van het leven. De cel is zelfs het boek van het leven, maar het is ook echt een boek. Het is een informatiesysteem. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat waar we net naar hebben gekeken, dat dat gewoon elke dag constant, ja. de hele tijd in ons ja. uh, plaatsvindt. Dat moet, het, moet zo, het moet gebeuren. Want gebeurt het niet? Hè, stel je voor, je hebt een mutatie in dat mannetje dat, wat er zo loopt. En hij kan niet meer lopen. Je bent meteen de, binnen. Een paar seconden ben je dood. Ja. Dus hij moet blijven lopen, want hij moet dat doen. Ze zijn zo geprogrammeerd. Je kunt je niet voorstellen dat ons lijf bestaat uit geprogrammeerde gepro nanomachines. Dat is het interessante. En eigenlijk ook misschien, maar misschien ontken je dat er, maar misschien ook al weten we er dan nog echt best wel weinig van, of niet? Als, als het zeg maar ja, het zo complex is. Ja, we weten echt zeer weinig van, van wat leven nou echt eigenlijk is. En ons, wat, wat onze organen nou eigenlijk weg, werkelijk doen. He, zoals bij het immuunsysteem. Dat is. Ja, we denken dat we, dat we dat we weten hoe het werkt, maar we hebben wel gezien de afgelopen drie jaar dat de ene zegt dit over het immuunsysteem, de ander zegt dat over het immuunsysteem. En hoe kan dat? Omdat het, het is bijna zo complex als de hersenen. Het is, het is, ze zeggen altijd, het is op één na complexe orgaan van, 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 van ons lijf, van ons lichaam. Dus ja, je kunt je voorstellen, dat, heb, dat hebben we nog, werkelijk nog lang niet uitgevonden hoe, dat, hoe al die interacties plaatsvinden. Nee, en, en des te meer laat het je ook zien dat je zo voorzichtig moet zijn met wat je in je lijf spuit, absoluut, eigenlijk. Want, absoluut. Uh, of überhaupt wat je, wat je tortje neemt. Ja. Alles wat niet natuurlijk is. Ja. Want uh, het is zo, we weten, zo weinig ervan nog eigenlijk. Ja, ja. Ja, ik ben het heel met je eens. Je ziet ook dat er een beetje zo'n zo om, omslagpunt is van, van, van denken. Hè? Dat we echt, echt meer natuurlijk moeten gaan eten. En ik, ik, je ziet het ook. Ik, ik zeg ook altijd. Je kunt best gewoon normaal eten. Hè? Maar doe unprocessed food. Ja. Unprocessed. Niet al die pakken. Die voorgekookte dingen. Wat allemaal. Wat is door, door een hele, hele fabriek is gegaan. Om dat een beetje kauwbaar te maken. Nee, je moet, je moet gewoon unprocessed procesfoodnemen gaan dat is het allerbeste. ja denk jij um, ja hoe zie jij dat dan want je hebt natuurlijk zo, uh, als je dan kijkt naar wat ons allemaal verteld is over de evolutie de dinosauriërs en dit en dat en het ontstaan van de aarde ja. um, wat de klopt dan als je het zou als je eigenlijk klopt dan helemaal niks meer van wat darwin daar heeft opgeschreven of niet nou kijk die vragen die uh, die kan ik zelf natuurlijk niet echt goed beantwoorden nee. vanuit mijn eigen wetenschap uh, ik kan de vraag vanuit de biologische wetenschap, die kan ik goed beantwoorden. En daarom heb ik ook deze boeken geschreven in de loop van de tijd. Omdat ik zelf zeg, uh, dat Darwinistische evolutieproces wat men voorstelt, dat kan in principe niet veel bewerken. Het kan tot aanpassingen leiden. Maar we weten nu ook, kijk, sinds de jaren negentig is de black box open, dat is de cel. We weten wat in die cel zit. En ik zeg ook altijd in mijn voordracht, wat in die cel aanwezig is, dat heeft de Darwinistische evolutietheorie weerlegd. Nou, je hebt al gezien, net, al die samenwerkende dingen, je kunt het niet reduceren tot één, uh, één, klein, uh, één klein deeltje. Nee, die delen moeten samenwerken. We, we vinden echt machines in de cel die bestaan uit soms wel honderd onderdelen. En als je die onderdelen, uh, als je één of twee of drie van die onderdelen weglaat, dan is, is, is die machine functioneert niet meer. Net als bij een auto. Als je, als je onder de motor, motorkap kijkt, dan heb je daar een prachtige motor liggen. Die bestaat zeker uit honderd onderdelen. Haal er maar eens even één uit. Dan loopt hij al slechter. Maar haal er maar eens twee uit. Waarschijnlijk doet hij niet meer. Dus ja, dat zie je dus ook in deze biologische machines. En dan kan je zeggen, oké, okay, zo'n machine bestaat uit twintig, dertig, veertig onderdelen. Die moeten allemaal op hetzelfde moment, moeten die daar door mutaties en selecties ontstaan. Anders werkt die machine niet. Dus dat is eigenlijk het, 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 wat je daarover kan zeggen, dat... Deze, ze noemen het ook een niet reduceerbare complexiteit. Je kunt niet verder reduceren, want dan heb je geen functie meer. En de functie is de motor zelf. Daar staat het dus de selectiedruk op. Niet op de afzonderlijke delen. Dus dat is wat de mensen zich ook niet hebben gerealiseerd, denk ik, de evolutiebiologen. biologen. Dat, waar, je, waar, het, waar staat de selectiedruk eigenlijk op? He, waar, wat is, wat is, de, wat is de, het vehikel, zeg maar, van. Um, van de evolutie. Dat is een cel, dat is een delende cel, een delende entiteit. Dat is uh, wat, ze, wat ze zich niet uh, realiseren, denk ik. Kijk, een, een organisme, wat ik in mijn boek beschrijf, heeft veel meer informatie dan alleen maar te reproduceren. Dus eigenlijk is het zo dat die, die informatie die je niet nodig hebt om te reproduceren, die kun je in principe verliezen. Als je genetische analyses ook doet bij de mens bijvoorbeeld, dan zie je dat heel veel genetische systemen die je niet direct nodig hebt om te reproduceren, die gaan kapot. Vaak heb je ziektes, maar ook heel vaak heb je geen ziektes. Zoals wij hier zitten, hè, hier in deze studio, je hebt twintig genen die compleet kapot zijn. Ik heb ook twintig genen die compleet kapot zijn. Die heb ik niet meer. Die hebben andere mensen wel. Je hebt andere kapotte genen dan ik. En toch zitten we hier gewoon lekker te praten met elkaar. Want ze zijn niet ziek, of we zijn niet dood. We gaan wel dood. Heel veel van die genen die spelen uh, een rol in langlevendheid, bijvoorbeeld. Er zijn genen bij die bijvoorbeeld oxidanten kunnen wegvangen uit je longen, bijvoorbeeld. Of andere oxidanten kunnen bij wegvangen, bijvoorbeeld vitamine C. Wij konden vroeger vitamine C maken, zoals het eruit ziet. Nu niet meer, nu moeten we het eten. Die genen zijn kapot. Wauw. Ja. Wow. Maar wat is daar dan een theorie voor, waarom dat gebeurt dan? Nou, je hebt ze niet echt nodig. Kijk, als jij, ja. uh, als jij de hele dag fruit eet, hè, dan staat er geen selectiedruk op. Oh, en als ja. jij gewoon uh, als mens uh, heel veel fruit eet, dan hoef je geen vitamine C te synthetiseren. Dus als die selectiedruk er niet is, gaan die, gaan die genen kapot. Oké, okay, ja, 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 ik snap hem. En um, een, een deel waar ik eigenlijk nog steeds nog niet helemaal achter ben, waar jij het volgens mij ook over hebt, is junk DNA. Ja. Want wat mij zo onwaarschijnlijk lijkt ergens, zeker als je ervan uitgaat dat we gecreëerde wezens zouden zijn, ja. is dat wij een hele hoop DNA hebben, wat eigenlijk een soort waardeloos is, ja. wat, wat er niet toe doet. Precies. Nou, die gedachte, dat is een vrij oude gedachte, die is opgekomen, ik denk in de jaren 60-70. Die is gepopulariseerd door bijvoorbeeld. Um, hoe heet die man? Richard Dawkins. Die heeft dat heel erg gepopuliseerd met het selfish genes en zo. Nou, het zijn ten eerste geen selfish genes. En dat junk DNA-verhaal, dat komt ook uit de, uit de richting van de Darwinisten. Uh, komt eerder bij een, uh, een gen, gen, geneticus vandaan. Dat is de, volgens mij is dat Susu, Susumo Ono. Die hebben deze ideeën uh, aangedragen, omdat zij natuurlijk niet, niet uh, weten waar die genetische informatie vandaan komt. Dan moeten ze een bepaald. Um, een bepaald mechanisme voor opstellen. En dat zegt: ze, oké, okay, een gen dupliceert en dan verandert het door mutatie. Nou, en Ono heeft zelf gezegd van, uh, ergens geschreven dat. Uh, elke tiende duplicaat of zo. verandert in een functioneel gen. Dus dat betekent: tien duplicaten, dat is dan wel aanwezig, ooit gedupliceerd, maar is, heeft geen functie overnomen. Dus dat zijn dan pseudogenen, dat is dan junk DNA, dat soort van dingen. Dat was zijn idee. Maar ten eerste. Er zitten heel weinig echte pseudogenen in ons genoom. Dus geen kapotte genen. Die hebben in de loop van de tijd steeds meer functies gekregen. Wij hadden bijvoorbeeld niet door als biologen... dat er ook zoiets kan bestaan als regulerende RNA-genen... die niet in eiwitten hoeven worden overgeschreven, maar die reguleren. Nou, dat soort genen die werden heel lang aangezien als pseudogenen. Die pseudogenen bestaan niet meer. De pseudogenhypothese is twee of drie jaar geleden officieel... Aan de kant gezet. Dat was een publicatie in Nature. Het andere verhaal is dat er heel veel junk DNA zou zitten. Heel veel overblijfselen van virussen. Dat is het andere verhaal. Wij zouden opgebouwd zijn uit 50% virussen of zo. Nou, ik zeg dat is niet waar. In mijn boek leg ik ook uit waarom dat niet waar is. Ik zeg, die dingen, dat zijn genetische schakelaars. Die kunnen een belangrijke rol spelen in aanpassingsprocessen. Nou, dat is in de loop van, ik heb dat boek bijna twintig jaar geleden geschreven. Dat is in de loop van de tijd is dat ook bewaarheid. Evolutiebiologen die een beetje erover na hebben gedacht. Die zeggen nu ook. Oké, okay, dat zijn drivers voor evolutie. Dus voor aanpassingen. Ik zeg dat zijn aanpassingselementen. Maar wat nog belangrijker is. Is dat ze variatie kunnen, uh, kunnen, ont, kunnen doen, laten ontstaan. Want het is een mechanisme in je genoom. Dat opgebouwd is uit schakelaars. En die zitten niet vast in je genoom. Dus die kun je... Omstellen in je genoom. Die kunnen van de ene plaats naar de andere plaats, kunnen die worden gebracht. En dat is eigenlijk verder niks dan variatie aanbrengen in je genoom. En op die manier kun je dus heel snel nieuwe aanpassingen zoeken. Het is, ik, ik, ik zie het als een soort zoekprogramma. He, bij bacteriën is dat wel aangetoond. Die hebben ook dit soort systemen in hun, in hun veel kleinere genomen. In hun, wat, is er, wat hebben ze daar laten zien als, ze, als je die in een bepaalde omgeving brengt, met een nieuwe. Voedselbron, dan wordt zo'n systeem geactiveerd. Een zoekprogramma, ik noem het een zoekprogramma, die zoekt net zo lang in zijn, in zijn, uh, in zijn bacteriële genoom. Tot hij daar een uh, bepaald uh, nieuw genetisch programma kan aanzetten. Waardoor hij die, die, die nieuwe voedselbron kan gaan uh, aanwenden. Nou, zo werkt dat genoom. Ik zeg ook: alles wat we zien aan aanpassingen, aan adaptaties. dat zit allemaal al in je genoom. Je hoeft helemaal niks te evolueren, want je hebt het al. Snap je? Dat is een heel ander verhaal. Dus echt meer een soort wakker maken. Ja, precies. Een soort wakker maken. Ook zo zou je het kunnen zeggen. Die zijn latent, zijn ze aanwezig. Zo dus noemen we dat ook, latente programma's. En die hoef je alleen maar wakker te maken. Of, ik zeg, in de juiste genetische context te brengen. Ze dus brengen ze in de juiste genetische context, dan heb je meteen een aanpassing. Nou, en zo zien wij dat, zie ik dat tegenwoordig als, als bioloog, zie ik die aanpassingen heel snel ook. Uh, Ontstaan. En je ziet ook in de natuur, hè, de, de natuur. bijvoorbeeld als we kijken naar die, naar die uh, meren in, in, in Afrika, Cyclide is altijd zo'n uh, zo 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 belangrijk voorbeeld of zo'n bekend voorbeeld, dan heb je allemaal die kleine visjes. Nou, ongeveer 15.000 jaar tot 10.000 jaar geleden waren deze meren droog. Er stond geen water in. Dus in 15.000, en we staan nu, nu zijn we ongeveer duizend, een aantal duizend jaar later, zijn er 500 verschillende soorten. 500 verschillende soorten. Alle niches, dus alle, alle ecosystemen zijn ingenomen. Je hebt daar roofdieren, je hebt daar vraatdieren, je hebt daar um, parasitaire, parasitaire uh, vissen die zwemmen daar. Dat heeft zich in, ontwikkeld in een paar duizend jaar. Nou, dat gaat niet gepaard met. Nieuwe informatie ontwikkelen door een selectieproces. Door mutaties, selectie, gaat dat niet gebeuren. Dus die informatie is al in het genoom voorhanden. Eh, voor en dat gaat dan ook heel snel. Zo kun je dat dus veel beter begrijpen. Er is geen nieuwe informatie voor nodig, maar dat ontstaat heel snel door nieuwe genetische contexten te vinden. Misschien hmm. hier en daar een beetje hybridisatie tussen verschillende vissen later nog, zodat er nog een soort uitwisseling is. Maar je kunt heel snel met zo'n basisgenoom, ik noem dat een baramin in mijn boek, het is eigenlijk een basisgenoom, kun je heel snel verschillende niches koloniseren. Zonder dat je nieuwe informatie gebruikt. Je hoeft alleen de juiste context te vinden. Dus zo'n vissenprogramma, zeg maar, in die, in, die, in die voortplantingscellen, dat is een zoekprogramma. Dat induceert zelfs een variatie. Dat induceert zelfs een aanpassing. En het is zelfs zo, ik begin nu zelfs te vermoeden, dat, um, dat de omgeving waar die. Organismen zich in bevinden, dat aan kunnen sturen, zoals bij bijvoorbeeld bij die bacteriën. En dat zou betekenen dat daar compleet. de is er compleet naar zitten. En dat we uh, teruggaan naar een soort van Lamarck. Ik weet niet of je Lamarck ooit hebt gehoord. Dat is een bioloog die zei: de omgeving kan jou in een bepaalde richting duwen. Omdat de omgeving een directe invloed heeft op jouw erfelijkheid. Nou, en ik denk dat het zo in elkaar zit. Ook met name ook omdat we nog boven de normale genetische code nog een andere code hebben ontdekt... ongeveer twintig jaar geleden, dat is de epigenetische code. En die is heel plastisch. Dus daar kun je echt werkelijk alle kanten mee op. Dus ik vermoed dat alles wat wij zien... laten we zeggen, het grootste deel wat wij zien... dat kun je niet terugvoeren op uh, een Darwinistisch proces... maar gewoon op een adaptatieproces wat al in je genoom voorhanden is. Wat, wat zeer waarschijnlijk door het... Door het door de omgeving zelf wordt aangestuurd. Hmm. En dan heb je dus je hele Darwinistische filosofie weer eruit gehaald. <laughs> ja! En in die tijd leven wij. Hmm. En dat is natuurlijk heel hard. En, uh, want er zijn verschillende theorieën over, over de manier hoe we gecreëerd zijn. Ik bedoel, jij als bioloog zijn, dus schrijft volgens mij vooral in het boek ook. Uh, Weerleg weer jij de, de Darwin-theorie? En, ja. en kan je aantonen door nou, het halen wat je net hebt gehouden, dat het dus anders zit? Of dat ja. het in ieder geval niet zo zit zoals Darwin dat ooit zei Precies. en alle wetenschappers die dat nog steeds aanhangen. Ja. Maar, um, kijk, er zijn, want daarom vroeg ik over de junk DNA, want daar heb ik ook wel eens verschillende dingen over gehoord. Er zijn natuurlijk er zijn verschillende theorieën over onze creatie. Nou, dat zijn: je hebt, je hebt het, het christendom, je hebt, uh, je hebt Anunnaki, je hebt, je hebt uh, simulaties van compu computers. Je hebt ja. van alles en nog wat, die, uh, wat theorieën daarop. Ja. Maar er zijn dus ook mensen die zeggen dat het junk DNA een um, soort slapend DNA is, wat, ons, wat eigenlijk als we dat. Weer zouden kunnen heractiveren, ja, ja. Dat, we, dat we tot bepaalde dingen weer, weer kunnen die, we, die nu. Ja, precies. Ik weet een beetje waar je bedoelt. Want ik, heb, uh, ik heb een, een, een documentaire gezien een, een paar weken geleden van, um, hoe heet die? Martijn Poels. Ja, Martijn Poels. Die, ik denk dat je daar een beetje op, 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 op naartoe wilt. Kijk, um, die Martijn Poels, wat hij uh, observeert, kunnen wij heel makkelijk, tegenwoordig kunnen wij dat verklaren met epigenetica. Dat. dat is die, zeg maar de tweede code die nog, over, nog boven de, 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 de DNA-genetica uh, staat. We hebben, kijk, als we in de, in de hogere organismen kijken, zoals mensen of planten, die hebben eerst hebben ze DNA, dat DNA zit gewikkeld om eiwitten. En die eiwitten die hebben de eigenschap dat ze, dat ze gemodificeerd kunnen worden, waardoor bepaalde programma's aan en uit kunnen worden gezet. En dat is eigenlijk, dat noemen wij de epigenetische code. Dus in, als je een hartcel hebt en een niercel, dan heb je niet dezelfde programma's nodig. Kun je je voorstellen. In het hart heb je je hartprogramma nodig en niet je niercelprogramma. Dus het niercelprogramma wordt uitgezet. Alleen je, je hartcelprogramma staat aan. Bij niercel is het net zo, dan zet je de hartprogramma's en andere programma's uit, dan wil je alleen je niercelprogramma aanzetten. Dat gebeurt met die epigenetische code. Dan nou is het ook nog eens een keer zo, heel veel van die epigenetische eigenschappen zijn dat, die, kunnen, die zijn overdraagbaar. Van vader op kind of van moeder op kind. Dat is van de laatste tien jaar is dat ontdekt. Dat betekent dat bepaalde verworven eigenschappen overdraagbaar zijn op kinderen. Nou, dan heb je natuurlijk een heel ander verhaal. Als het zo is dat bepaalde genetische programma's afgesloten worden door deze eiwitten, en je kunt die op de een of andere manier reactiveren, dan kun je programma's activeren daardoor die al heel lang zijn afgesloten. En ik heb tien jaar geleden ooit een keer een boek gelezen. En dat heeft hij, denk ik, ook gelezen, deze meneer Poels. Uh, dat was van Ebner en nog iemand. Het waren twee Zwitsers die werkten destijds voor uh, een farmaceutische industrie. En die mochten vrij experimenteren. En wat hadden ze gedaan? Ze hadden cellen gebracht, of uh, de onbevruchte cellen, de, de embryo's uh, van bijvoorbeeld een, um, een forel. Hadden ze. Um, of een zalm geloof ik, ik weet niet meer. Een van beide vissen. En die hadden ze in zo'n elektrisch veld gelegd. En als controlegroep hadden ze de normale. En dan hadden ze... Die behandelden... Die behandelde eieren. Bevruchte eieren. Die lieten ze uitgroeien. En daar ontstonden hele aparte... Extreem uitgegroeide exemplaren. Zoals we die alleen uit het fossiele verslag nog kennen. Dus die ontwikkelden... Bepaalde eigenschappen die we extremiteiten noemen bijvoorbeeld, grote uitgegroeide bekken... Uh, kenden we wel, alleen als fossiel. Maar die wisten we niet, die, die wisten we niet van het bestaan vanaf. Dus, maar die kon hij terug regenereren, zeg maar... door zo'n elektrisch veld aan te leggen. Het tweede voorbeeld wat hij liet zien was een bepaalde varen. Uh, hij, die had hij ook zo op die manier, die sporen van die varen had hij zo behandeld... En hij kon daaruit een varen um, ook uh, cultiveren die we alleen van het fossiele verslag kenden. Dus die informatie zit blijkbaar op de een of andere manier nog in je genoom verstopt. en die kan je er uithalen door het te manipuleren. Nou, blijkbaar kan dat door. Uh, Zo'n elektrisch veld. Ik kan daar als bioloog iets mee aanvangen, want DNA heeft ook elektrische eigenschappen. Die interacties tussen eiwitten en het DNA, dat is ook elektrostatisch. Dus je kunt je voorstellen dat daar een interactie is met een elektrisch veld. Dus ik vind dat niet zo verbazingwekkend dat je dat uh, voor elkaar krijgt, dat je daar nieuwe fenotypes door kunt krijgen. Het verbazingwekkende is alleen dat uh, die programma's die uh, geactiveerd worden, dat die zogenaamd al miljoenen jaren geïnactiveerd zijn. Nou, en dat is een beetje uh, ver weggehaald, want het is een informatiesysteem. Als dat blootgesteld is, miljoenen jaren aan mutatie, dan verwacht je dat die niet gebruikte programma's niet meer te activeren zijn. Dus toen dacht ik: oké, okay, het is best wel mogelijk dat deze dingen die we dateren op miljoenen jaren, soms wel op 100 miljoen jaar, dat het veel jonger is, misschien 10.000, misschien 5.000. Dan, dan als... kun je dat begrijpen. Dan kun je dat biologisch begrijpen. Anders kun je dat biologisch Dan zou de, de geschiedenis doen. zeg maar anders moeten zijn dan precies. wij ja, precies. Ja. Dus als het jonger is dan, ja. dan zou het te verklaren zijn. Ja. Dan is het goed te begrijpen. Maar als het echt miljoenen jaren is, het is miljoenen jaren heeft het daar latent gesluimerd. Hoe kan je het nog opwekken? Ja. Dat is een grote vraag. Want je weet die mutaties, die gaan altijd door. Dus als je een programma hebt, geschreven misschien met wel 1 miljoen letters, dan komen daar mutaties in te zitten. Dus waarom werkt het programma nou nu nog? Ik kan het me goed voorstellen als dat veel jonger is dan miljoenen miljoen jaren. Ja. Maar wat zijn dus van die dingen die in dit onderzoek naar voren komen... waar wij als mensen over moeten gaan nadenken? Want het is best mogelijk dat wat wij te horen krijgen... daadwerkelijk helemaal niet klopt. Nee, dus dat zou, dat zou, in dit, in dat zou even puur, even theoretisch doorbedacht... zou het dus kunnen zijn dat eigenlijk onze evolutie... veel jonger is dan hetgeen wat we denken. En um, dat er dus inderdaad een, een moment is geweest dat wij... Misschien wel tot meer uh, in staat waren dan we nu zijn. Dat we eigenlijk meer geactiveerd hadden in onszelf. dan, dan hetgeen wat we nu, wat we nu nee, zitten. Mogelijk. Kijk, het is wel zo. Uh, je sluit wel bepaalde programma's af. in de loop van de tijd. En we zien in, bij die epigenetica. dat het overerfbaar is. Dus ik, je ziet ook. kijk, als we op de aarde alleen kijken naar mensen. hoeveel verschillende mensentypes heb je wel niet? Hè? Van pikzwart tot, tot, tot wit, zeg maar. Zwaar, het wit, deze schakeringen, alle schakeringen daartussen, dat wordt over is, is overdraagbaar. Is dat puur alleen maar overdraagbaar op je DNA-niveau, of is er ook een grote epigenetische component? Dat weten we weten op dit moment helemaal niet. We vermoeden, het is alleen maar op je DNA-niveau, maar misschien is er wel een epigenetische comp comp component ook in uh, geïnvolveerd. Dat weten we echt helemaal niet. Ik denk dat we daar nog wel veel van gaan, gaan horen. Want... De nieuwste data die ik heb gezien, dat ging dan over hagedissenonderzoek op, op, op eilandengroepen. We weten dat bepaalde hagedissen, die heet anolis, die kunnen zich heel snel aanpassen aan nieuwe eilanden. Die krijgen langere poten, die worden kleiner, groter, kleur veranderd. Wat, we, wat ze hebben laten zien, een aantal maanden geleden was dat volgens mij gepubliceerd, is dat selectie daar niet een grote rol speelt ze konden de richting van selectie niet eens bepalen in die experimenten, terwijl ze zien dat die beesten uh, veranderen. Dus hoe veranderen die beesten? Ik zeg dat zit in je genoom. daar springen die transposonen rond, die hebben een effect op je epigenetische um, codering en dan heb je voort aanpassingen, zoals we dat dan noemen. Zonder, daar, zonder dat daar een selectie uh, dat, aan dat te zit al in die hagedis. Dat zit omdat die informatie daar al is en je hebt een zoekprogramma. En dat is een heel ander verhaal dan... het ophopen van toevallige mutaties over miljoenen van jaren. Nee, dat heeft zo'n agent niet nodig. Die komt op zo'n eiland, die zwemt daar naartoe of die drijft daar naartoe. En die is in twee jaar al aangepast. Snap je? Dat is een heel ander verhaal. Nou, dat hebben we de laatste tien tot twintig jaar ontdekt. Maar dat is toch echt, als je daarover nadenkt dan... ook wel tof dat je die film van Marijn aanhaalt inderdaad. want uh, Om het op deze manier nog wetenschappelijk een keer uh, daar wat op in te gaan. Maar... Uh, als je daar toch over nadenkt, dan gaat je zonder dat we nu precies weten hoe het zit, maar dan kan je toch dan verbreed toch je hele horizon van ja, denken. Ja. Dan kun je toch, want dan, als we het allemaal al in ons dragen, ja. weet je, wel, en als we toch een manieren vinden om dat beter te kunnen heractiveren ja. of weet ik het, wat dan, dan kan de hele spel veranderen. Ja, ja je moet het eerst men, Kijk, het is zo. De wetenschap die accepteert het niet. Daar is nog steeds het mutatie selectie verhaal domineert. Als de selectie niet zo'n grote rol speelt, dan, dan ten eerste vervalt de hele Tijdsfactor. Dat willen mensen ook niet, want ze weten a priori, de, het universum is 15 miljard jaar oud of 13,7 miljard jaar oud. Wat ook weer niet blijkt te kloppen met die nieuwe telescoop. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar je kunt nog verder kijken dan die 13,8 miljard jaar. Nee, die tijdsfactor die gaat veranderen. Dat is het, dat is het verhaal. En dat mag natuurlijk niet gebeuren. Ja. Dus dat is, dan hebben we dus weer te maken met een soort van paradigma of met een dogma, He, paradogma zeggen, daar heeft hij volgens mij ook nog eens een keer. Ja, klopt. Ja. Het is inderdaad een soort dogma, is het? We werken met met, met paradigmas die tot dogma zijn geworden. Zeg ik in mijn boek, zeg ik uh, ook op Twitter. We werken met ideologieën, we werken met dogmas en we werken met um, met vastgeroeste ideeën. En zover is de wetenschap nu gekomen dat we ook dat er we veel wetenschappen dit ook herkennen. En, dat, en, en het zou dus, zeg maar, want, want, want eigenlijk, nou je weet het natuurlijk niet zeker, maar het zou er dus kunnen zijn dat we dus echt een stuk jonger zijn dan, dan wat er. Uh... is mogelijk. Het is echt mogelijk. Kijk, ik word niet voor niks altijd neergezet als creationist. He? Dat de aarde 6000 jaar oud is. Nee, ik zeg gewoon het proces dat gaat veel sneller dan we denken. En ik zeg, ik zeg ook altijd, ik weet niet hoe oud de aarde is. Ik kan alleen geloven hoe oud de aarde is. Het is niet, er was niemand bij. Maar ik zeg je, die biologische systemen die kunnen niet zo oud zijn. Die kunnen geen miljoenen jaren oud zijn. Dat weten we. Dus daarom zeg ik, oké, okay, de aarde. Misschien is de aarde oud, misschien is de aarde jong. Ik, heb daar geen echt, ik kan er niet een duidelijke uitspraak over doen. Ik ben ook geen geoloog, dus ik, ik, ik heb die kennis niet. Maar die biologische systemen die we kennen, die zijn geen miljoenen jaren oud. Ik vind het bizar, Peter. Ik ja. vind het, ik vind het, ik vind het zeg maar nou, heel waardevol werk. Want het is zeker als je met spiritualiteit en zo bezighoudt, dan blijft het vaak altijd een beetje in het soort van, nou in het, in het vage en het niet echt 100% goed onderbouwde en zo. Ja. Maar dit is gewoon ontzettend wetenschappelijk uitgelegd over hoe, waarom Darwin eigenlijk die hele theorie niet kan. En dus als we daar, als dat toch meer rugbaarheid zou krijgen en, en bekender zou worden, dan gaan we toch weer compleet anders naar, ja. naar alles, naar alle materie kijken. Ja, ik denk, er is nu ook echt een, het is ook echt een beetje een tijd van dat mensen weer op, op zoek gaan naar meer, meer, meer spiritualiteit, zoals je dat zegt. Ik ben zelf twintig jaar geleden ben ik uh, zelf tot geloof gekomen. Ik heb ook echt een, een zoektocht achter me. Ik ben uitgekomen bij Jezus. Ik vind dat hij uh, is uh, voor mij een, heeft een hele bijzondere positie heeft uh, gekregen, omdat ik hem echt heb leren kennen in de loop van de tijd. En ik heb, in die tijd heb ik ook, ik heb ook gebeden toen ik me bekeerde, zeg maar, dat was in 2003, heb ik gebeden. God, geef me inzichten in wat je hebt gemaakt. Wat heeft u gemaakt? Hoe is het gemaakt? heeft me bepaalde dingen laten zien. En ik heb veel van die dingen opgeschreven. En toen is op die manier is ook mijn boek ontstaan. Zeg maar. Dus dat is een soort van. Uh, voor mij was het echt een openbaring. En het was ook een nieuw begin voor, voor mijn leven, zeg maar. Hmm. Dus je kunt echt veranderd worden door, uh, door Jezus te accepteren. Ik denk, uh, nou ja, of het nou door Jezus is yeah. of het universum of uh, noem het maar op, maakt me dat niet zoveel uit. Maar ik denk inderdaad wel dat, nou ja, in ieder geval, je boek een, een, een heel goed hulpmiddel kan zijn om in ieder geval te beseffen dat er meer is dan uh, dat. Ja. Dat het niet zo simpel is en dat er ooit een Big Bang is geweest en poef en opeens ja. hier waren we en het is allemaal doelloos, Precies. maar dat er uh, meer te vinden is dan dat. Nou kijk, dat is wel goed dat je dat zegt, want wij, 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 wij zijn tot nu Eigenlijk alleen maar heel erg rationeel en materialistisch bezig geweest. En we hebben eigenlijk dat, dat, dat concept, dat geestelijke concept, dat spirituele concept, helemaal aan de, aan de, aan de zij, opzij ges, uh, geschoven. Nu is het zo, ik zeg altijd: in 1953, toen wij het DNA ontdekten, is de, eigenlijk het materialisme weerlegd. Want daar zit informatie in die cellen. En informatie staat boven de materie. Je kunt met pen en inkt kun jij informatie opschrijven. Maar een pen en ink zelf zal die informatie zelf nooit voortbrengen. Dus daarom zeg ik: er is een intelligentie die dat heeft voortgebracht. En ik denk dat in 1953, kun je zeggen. werd echt het materialistische tijdperk afgesloten. Alleen, we weten het nog niet. Nee. Dat, we weten het nog niet. <laughs> dat, het duurt nog even voordat dat ja, doordringt, zeg precies. maar. Nou, daarom heb ik dat boek ook geschreven, om dat te verbreiden, zeg maar. Mooi man. Je er nog, uh, ga je er nog meer dingen doen eigenlijk, of niet? Ja, ik ben hier een week in Nederland. Ik heb nog een paar andere interviews ook. En ik ben uh, aanstaande zaterdag, dus over twee dagen... In Gouda, bij de Driestar, en dan gaan we uh, dit soort dingen ook bespreken. Ik ga een deel uit mijn boek ook bespreken: het selectiemechanisme, waarom dat niet functioneert op het, uh, op het niveau van de informatie. En er worden, worden nog een aantal andere. Um, uh, er zijn nog een aantal andere collega's van mij. Ik werk bij Word ontwissen, dat is een Duitse vereniging die dit soort dingen onderzoekt. En er zijn nog twee andere Duitse collega's van mij. En een uh, geoloog uit Nederland, Tom Zoutenwellen. die gaat uh, daar ook zijn visie geven. Cool. Ja, we Super. zijn een beetje weer bezig om uh, de intelligent design op de kaart te zetten in Nederland. Nice, ja. tof. Ik blijf je volgen, Peter. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk dat je me uitnodigt om weer eens hier langs te komen. Ik uh, doe het graag nog een keer. Leuk. Ja. Ik uh, die, uh, die uitnodiging komt zeker nog jouw ja. kant op. Okay. Als jij het goed vindt, uh, dan, want we hebben uh, op social media hebben aangekondigd dat jij zou komen. En daar zijn een hoop kijkersvragen voor ah, Oké. Okay. Um, als je het goed vindt sluiten we dit segment even af. Doe even ja. een kleine, kleine plaspauze. Ja, en dan uh, komen de kijkers vragen deze kant op en kunnen we die nog even beantwoorden. Oké, okay. ja? heel goed zo. Peter, oh. hartelijk bedankt. He. Ja, graag. Lieve vrienden, jullie ook hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken, dat jullie er wat van geleerd hebben. En uh, dat jullie het gewoon heel erg tof hebben gevonden. Uh, jullie doen mij een groot plezier door je te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. Of dat nou op Spotify is, op uh, Apple of uh, YouTube. Abonneer je even. Like die video ook even. Of de podcast. En uh, laat een review achter uh, op het platform waar je dit bekijkt. Daar helpt ons natuurlijk enorm. En op www.troemenshop.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het platform en alles eromheen uh, verder uitbouwen. Daarvoor hartelijk dank. Um, ja, wij gaan nu door naar de kijksvragen. Die kijksvragen die, die zijn enkel te zien op het Dead spirit videoplatform. Als je daar al zit te kijken, super tof. En als je daar nog niet zit te kijken, verhuis daar eventjes naartoe. Dan kan je nog genieten van de kijksvragen. Er zijn altijd weer toffe kijksvragen die ingestuurd worden, dat is een leuk segment. Uh, dus ik zie jullie graag daar en anders tot de volgende keer. Dank jullie wel. Ciao.